Ja, we zijn live. Hoi allemaal. Leuk dat jullie weer kijken. Het was even een hele avond van gaan we wel, gaan we niet, gaan we wel, gaan we niet. Zijn we met genoeg, gaan we het doen, maar we gaan het doen. Dus het duurde eventjes voordat we er helemaal waren. Vandaar dat we vandaag ietsjes later zijn, maar is niet erg. Live is live. Horen jullie me goed? Zien jullie me goed? Hebben jullie er zin in? Let me know in de chat. Ik speel vandaag met Kitta, met Rob, met Meli, met Febe, met Roel, Roos, Attika, Rick die doet mee en Sarah Dol die doet mee. Die komt er zo nog even aan. Dus we zijn nog op één iemand aan het wachten. Dus heel misschien doen we eerst even een potje met z'n negenen en gaan we daarna met z'n tienen. Want Sarah was eventjes de tijd vergeten, dus ze komt eraan. Ik hoor niks. Jawel. Ik zie iedereen ja typen. Nou, dan denk ik dat die ene die zegt ik hoor niks gewoon nog per ongeluk vergeten is zijn geluid aan te zetten. Weet je wat trouwens super leuk is? Ik had net gewoon een stomme trui aan. En ik had gisteren kleren besteld. Maar er kwam vandaag al één setje binnen. Echt net. Echt een 20 minuten geleden kwam het binnen. Dus ik heb gewoon nieuwe kleren aan. Yay! Ik heb een shirt en ik heb iets heel raars hoor. Ik heb een luipaardbroek. Ah, je kan het niet echt zien. Maar kijk. Het is zo'n flared luipaardbroek. Nou, dat was het. Ik dacht, ik deel eens een keertje mijn outfit. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Oké, ik ga overschakelen naar de game. Rick die was in de tussentijd ook even zijn stream aan het openen. Want Rick die gaat in de tussentijd ook streamen op Twitch. Op Crea Rick. Oh, thanks voor de donatie. Ja, ik heb mijn oortjes lichtjes gefixt. Dus dat gaat weer goed. Dus mocht je geld willen doneren, mocht je een superchat willen doen. Superchat houdt in, dat kost wel geld. Maar daardoor kom je in het beeld tevoorschijn. En ook hetgene wat je typt, kan ik dan ook zien. Dus dat is in de chat soms heel moeilijk. Dus wil je zeker weten dat ik het kan lezen, dan kan je dat dus met de superchat doen. En dan gaan we oortjes knipperen. Ik heb alleen mijn camera wel alleen maar vandaag zo. En niet ook die andere. Dus je kan mijn computerkast niet zien knipperen vandaag. Maar hij doet het in ieder geval wel weer, want ik heb mijn app geüpdate. Ja, ik hoop ook dat ik vanavond echt super veel inpast word. Oh, love your outfit. Thank you. Super lief. Oh, en voor vanavond als ik klaar ben met gamen, check. Oké, okay. Tot zover Creatrix Fashion. We gaan over naar de game. Ik ga jullie meenemen. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik heb er zin in. Zeg. En... ik zou Yes. Een kapmes doen of zo. Hallo. Is Rick nou nog steeds een stream aan het openen? Jeetje, of zou Rick vergeten zijn dat hij in een andere Discord kanaal was gaan zitten? En dan zit hij daar nog steeds de hele tijd te kletsen. Ja, ze zeggen maar niks. Ze zijn nog wel weggegaan. Hij is echt lang bezig. Ik kan hem slepen. Ja. Ik kan hem hierheen slepen. Ja, kan ik dat? Ja, dat kan jij. Met die leopard print kan jij alles. Ik ga het doen. Oh, dankjewel Charlie. Hallo Rick. We vonden het iets te lang duur hoor, dus we hebben je gewoon hierheen gehaald. Oh, dat mag hoor, maar waarom zitten jullie in de wachtkamer? Ik zat namelijk te wachten tot jullie naar Among Us Live gingen, dus het ligt niet allemaal aan mij. Oeps. Nou, daar zitten we dan. Oké, en ik de hele tijd kletsen. Waarschijnlijk heeft helemaal niemand wat gehoord, toch wel? Of hoor je die Discord ook? Ik weet eigenlijk niet. Oh, nee, sorry. Dat weet ik niet. Jij was de enige. Oké, nou, Rick die was blijkbaar. Die zat er als enige juist wel klaar voor. Wij zaten gewoon. Maakt niet uit, erg. Maakt niet uit, jongens. Oké, nou, we hebben. Met nu wel weer één iemand. Ja, Rick nog steeds. Ik kom eraan hoor. Volgens mij. Dankjewel. Hoort hij super lief. Ah, oké, ja, kijk. Oh. Nee, mijn oortjes knipperen weer hoor. Ze doen het weer. Yay! Oh, Rick zit er ook bij. Oh, ga je nou weer in het lelijke pak? Ah, nee, dat wil ik niet doen. Oh ja, Rob is trouwens vandaag degene die de game start. Dus als het te lang duurt, is het Rob's schuld, niet die van mij. Succes! Succes! Meteen. Even checken of ik gemute ben. Ja, ik ben gemute. Oké, even voorzichtig, want anders dan... Ja, bloepie. Ik heb mijn sleutel gedaan, linksbovenin, zoals altijd. La la la. Ja, ik moet even kijken of ik gemute ben. Ik ben imposter, mensen. Jeetje. Ik heb super veel zin in de live. Groetjes uit Groningen. Groetjes terug. Ik heb er ook heel veel zin in. Kijk, ga even opletten, hoor. Ik kom zo meteen weer bij jullie helemaal terug om lekker gezellig te kletsen, maar... ik moet even doodmaken. Ik moet even mensen doodmaken. Oh, Rick. Nee, ik ga niet meteen Rick doodmaken.
Ja, er zijn te veel mensen daar. Ik moet hier eventjes weg. Ik ga even naar Specimen, hoor. Even kijken of ik daar iemand kan killen. Altijd het eerste potje meteen dan. Oh. Ik vind dat altijd extra spannend dan. Was dit slim? Ik ga weer terug naar beneden. Sorry, Roos. Ik ben wanhopig. Ik moet killen. Oh, ik hoop niet dat hier iemand is. Oké, dit was misschien niet het meest intelligente nog om te doen. Ah, jawel, joh. Niks aan de hand. Oké. Ik heb een hele story. Oké, dus. Ik heb Maris... Oh, nee. Ik heb niet Maris gevonden. Ik heb Rob. Nee, ik leek nog. Niemand. Ja, sorry. Oké, dus ik heb Rob gevonden, letterlijk. Wacht, ik ga even mijn map pakken. Ik heb echt het beste verhaal ooit. Hij is echt net dood. Oké, ja, hij lag bij Laboratory en Attica kwam van die kant. En Attica ziet mij lopen naar Rob. En ineens gaat zij meerdere precies of zij heeft Rob gevonden. En Attica kan zich niet verdedigen, want ik zweer het niet dat het Attica is. Ik liep niet met jou mee. Jawel, maar jij kwam niet. Ik zag dat jij naar die body ging, dus waarom zou ik dan ook gaan? Want ik wist dat jij hem ging reporten. Dankjewel. Maar waarom ben je daar voorbij gelopen en heb jij hem niet gereport? Wat zeg je? Waarom heb jij hem niet gereport? Rob nou? Rob lag zo bij Laboratory, zo in de halletje. En daar was Attica. En Attica reportte de body niet. Het was gewoon een reactie dit. Het was Rick. Kan gewoon gebeuren. Ze zag het lichaam niet, jongens. Maar Attica, wat is jouw story? Nou, wat ik net zeg. Rick-actie. Oh. Okay. Ja. Nou, dan stemmen we op jou. Ja. Nee! Probleem met anderen. Oh. Dat is ook vrij duidelijk, want hij was net dood. Ja, dit was sowieso Rick, hoor. Het was wel een beetje een heterdaadje. Wie heeft denkt er mee? Echt op mij. Ja, maar dat is voor je lelijke outfit. Oké, misschien terecht. Oké, ik heb half zitten luisteren, half. Want ik ben ook nog half jullie reacties aan het lezen en half met de donaties bezig. Dus ik moet me even concentreren, want ik ben in mijn eentje, oké? Ik ga zo meteen gezellig met jullie kletsen. Maar ik moet nu echt even op gaan letten, anders dan wordt het eerste potje al echt drie keer niks. Ik heb zoveel taken in Laboratory, dus ik moet echt even hierheen. Oh, beep, 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 beep. Waar is hij nou? Waar is hij nou? Ja, hier is hij. Zij gaat naar Specimen. Zal ik daar ook heen gaan? Dankjewel, Noor. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, trouwens. Ik ben slecht in namen uitspreken, dus ik doe mijn best. Oh, Kitten gaat ook met me mee. Oké, nou, dat is niet een slim idee dan. Oh, ze is alweer helemaal weg, joh. Oké, nou, dan ga ik hier deze ben ik aan het doen. Ja, die duurt super lang. En als Kitten dan komt, dan kill ik haar en dan ga ik weer terug naar boven. Zo jammer dat hier niet een vent is waar je heen kan. Kitta komt niet. Vertrouwt ze me niet? Ga ik hierna zitten wachten op een onsweeg? Ja, ze kwam gewoon echt niet. Nou, wat een geweldige imposter ben ik, zeg. Zo. Ik ben hard op weg, hoor. Ik heb niks gezien. Ah, hij is gefixt. Nice. Nice. Oké, eens even kijken. Even kijken. Ik heb helemaal hartklopping, jongen. Dat wil je niet weten. Er is ook niemand. Waar is iedereen? Oh. Ha. Oké. Ja, Roel lag zo in het kamertje, dankjewel, de deurtjes voor naar Specimen te gaan. Echt gewoon achter de deur. Interessant. Hmm. Ik zag Crate Chicken gaan. Ja, ik wou sorry, zeggen, wat de enige die ik daar gezien heb is Kitta. Ik ben naar Specimen geweest. En Kitta die bleef toen achter, daar zo, bij Laboratory. Ja, ik ging wie toen ging naar nou, wie ging er nou voor mij naar Specimen? Ik. Oké, jij was heel snel weg, want ik heb jou niet meer gezien dan. Want ik was nee, heel in mijn eentje beneden. Ik had die Simon 6, die duurde heel lang. En toen uiteindelijk... Maar Roel is net pas dood, zeg maar. Oh. Hoe weet je dat dan? Niet zo... Ik ben bij hoe heet dat? Vitals. Oh, oké. Ja, dus dan zou jij het geweest kunnen zijn. Nee, nou, ik heb niemand uit Specimen zien komen.
Ik ben via onder weer gegaan. En toen ging die reactor af toen ik klaar was met die Simon 6. En toen ben ik naar de reactor gegaan. Ja, ik kreeg... Maries en Rick zijn sowieso safe. Nee, kan niemand. Maries en Rick waren bij mij. Ik was inderdaad... Ik was bij Febe. Eigenlijk de hele tijd. Ik ben helemaal niet aan de rechterkant van de map geweest. Want ik had alleen maar taken in het midden en links. Ik ben alleen maar specimen geweest. Met Meli. Ik? Oh ja, nou nee, ja. Nee, jou kwam ik inderdaad tegen bij Reactor. Bovenin, ja. Klopt. Dus de enige die ik daar gezien heb is juist Kitta. Want dat is de enige die niet... Ik heb nog zitten wachten. Ik denk, oh jij komt ook zo naar beneden. Maar jij kwam nooit. Wat ging jij doen dan? Hè? Waarom kwam jij nooit naar specimen? Ik ben gewoon niet in specimen geweest. Nee, maar ik dacht dat jij ook naar binnen kwam. Dat je daar ook heen wilde. Dus daarom zeg ik, de enige die daar boven is geweest, dat ben jij geweest. Nee, maar de... Ik weet niet... Het klinkt heel sus, maar ik kom gewoon even niet uit mijn woorden. Nee, maar ik zag jou daar staan en dacht, oh, ik ga mijn kreatiek mee. Toen gingen die deurtjes dicht voor mijn neus. Toen dacht ik, oké, laat maar dan. Misschien ja, wel goed. Ja, ik wou maar, zeggen, ik heb je niet gezien. Maar er is daar wel een boarding. Ik heb achteraf ook gekeken. Meli is ook wel heel stil. Oké, ik was weer vergeten om te stemmen. Ja, ik was stil, maar het was een discussie. Dankjewel, Pidget Toys. Daar hoor je doorheen te praten. Oké, ja. Ik wilde dus wel gaan stemmen, maar ik was al te laat. Dus dat is niet handig. Maar goed, dus ik snap dat ze een sus heeft op mij. I get it. Ik weet even niet wat ik moet doen. Ik wil vooral gewoon niet sus leken. Ah, crap. Oh, wauw. Gewonnen op taken. Nice. Wauw, taken. Ja, wie was, taken. Wie was nou de imposter? Hé, hey, waarom ben ik oranje? Die rode natuurlijk. Waarom ben jij oranje? Ja, omdat ik blauw was. Waarom was ik blauw? Dat is beter. Ja, dat weet ik ook. Oké, jongens, ik was de imposter. Maar jullie hadden Attica redelijk snel eruit. Sorry. En toen moest ik het in mijn eentje doen. Jullie hebben gewonnen op taken. Ja. Dat gebeurt niet heel vaak. Ja. Nee. Ik kwam die kamer binnen, huppakee, nek eraf. Ja, sorry Roel. Ja, spijt me. Ik was op 99. Kent dat weer goed? Ik zag jou aan. Ik heb er gewoon veel te snel door. Ja, echt. Dood. Ja, nou, ik was ook echt met veel te veel dingen tegelijkertijd bezig. Het eerste potje met de imposter zijn is altijd even... Inkomen. Ja, echt nog hoor. Inkomen, ja. Ja. Oké, we starten maar weer. Ja, ik ga dit potje imposter beter doen. Succes. Okay, dank je, jullie ook. Oké, succes allemaal. Niet de eerste killen. Nee. Oké, geen imposter. Ja, ik ben cola aan het drinken. Ja, dank jullie wel allemaal voor jullie donaties. Sorry dat ik zo'n slecht imposterpotje had, maar ik had even te veel stress. Dus dat was niet handig. O2 moet ik naartoe. We gaan beginnen bij O2. Heb ik dan deze fixed wiring? Ik kan het niet zien. Staan er allemaal voor. Nee, deze is het. Oké, Attica die loopt echt heel... dat ze echt... Dank je, Emma. Jeetje, wat een donaties vanavond. Wat ik wilde zeggen is dat Attica echt met me meeloopt... en ook echt doelgericht al meteen die wiring gaat doen. Dus dan denk ik dat zij niet imposter is. Of ze doet het heel goed vanavond. Dank je wel weer, Fidget Toys. Pas op dat je niet straks al je geld kwijt bent. Hier heb ik niks. Wat ben ik aan het doen? Oh, ik moet zo inkomen vanavond. Komt door de cola. Ik heb cola gedronken. Dat was misschien niet al te best idee. Bereid jullie maar voor op een hysterische avond. Wow, joh, dat was snel. Wie heeft dat gedaan? Kitta en Rob. Dat heb je snel gefixt. Oké, ik ga inspect sample doen. Dat doen we hier, want die moet toch altijd in twee keer. Hoe lang zijn jullie al bezig? Nou, we hebben pas net één potje gedaan. Toen was ik imposter en toen heb ik het verloren. Maar ik ben er niet uitgestemd, maar zij hebben gewoon op taken. Oh, yo. Wow. Er zijn al veel gekild. Iemand dacht dat het vorige potje ging zo langzaam. Dit potje doen we het maar Goed. Kitta. Ik was rustig taakjes aan het doen, jongens. Kitta, wie lag er bij weapons? Fiep. Fiep.
Roos lag bij communication. Zo. Okay. Ja, ik zag, ik zag op het laatste moment haar body echt en tijdens... En Vee was weapons, zei je? Ja, weapons bij Vee bij weapons, Roos bij communication. Oh, dat zou een dubbelkiltje geweest kunnen wezen dus. Waarschijnlijk wel, ja. Maar niet had gezien. Nee, alleen Rob. Nee. Oh, dat zit daartussen. Oh, oké, okay, sorry. Ik had even niet door hoe dat nou bij elkaar in de buurt kon liggen. Maar ja. Dankjewel, ja, Zoe. Ik heb onder elkaar. Ja, okay. Ik zal En Fidget Toys en Charlie. Ja, ik zus. Dankjewel. Okay. Ja, Rick klinkt wel een beetje zus, hè? Ja, dat is zo zus. Ja, ik vind hem ook een beetje zus. Ik vind hem wel grappig. Ik vind hem ook niet horen, Rick. Vanavond. Sorry? Wat zei je? Ga je lekker lopen trollen vanavond? Nee, zeker niet. Nee, dat doe ik alleen met proximity mod. Oh ja, dat is leuk. Heeft iemand iets verdachts gezien? Want één double kill en we zijn dood. Ja, nee. Shit, oh ja. Ik heb nog helemaal geen bodies gezien of iemand of wat. Ik ook niet. Naast Rick is er niks verdachts. Ja, Rick is verdacht, maar dat komt ook door de outfit. Hou me maar gewoon even in de gaten dan. Nee, ik stem op Rick. Ik stem ook op Rick, denk ik. Nee, maar gewoon omdat het leuk is. Maar Kreacek, die springt hier wel echt te snel op. Ja, maar ik ben het niet. Want ik je was moet net het ook al echt niet doen, hoor. Want het is echt, je gooit echt een crewmate uit. Ik denk uit. Niet dat het nee, Rick is. Ik denk dat Rick is. Ik denk het niet. Ik ben hier meestal heel slecht in. En Kitta niet. Hè? Ik wil Kitta, wie denk jij? Ik heb op Kreacek gestemd. Nee, echt niet. Nee, ik zweer het. Ik weet het echt niet hoor. Dus dat zou echt balen zijn als je nu op mij stemmen. Want dan zitten we zo meteen inderdaad echt. Dan is het echt een dubbelkeeltje. Meli, waarom ben jij zo stil? Omdat er gediscussieerd Ja, maar dat wordt bij ons altijd gediscussieerd. Nee, zo'n beeld mee. Ja, maar je klinkt ook mega zus. Oh, jongens. Nee, gewoon niet. En was je net? Nee, maar ik had het zelf gemeld als jullie. Zo van, ik heb niks gezien. Dus ik weet niet. Nou ja, ik weet het ook niet. Ik weet dat ik het niet ben. En ik weet ook dat we dit waarschijnlijk keihard gaan verliezen. Maar ja, wie het dan wel is? Rob en Kitta blijven hier staan. Kitta, waar zijn je oortjes? Dat doen we nog een keertje over. En dat zijn we weer. Hallo, welkom terug. Arme Rick. Ik hoop voor hem dat hij het was, anders vind ik het zielig. Je neemt mijn naam met de 10 pond grote... Iemand mag doen. Is de baas. Maar jij mag de baas niet zijn, want jij bent nog veel te klein. Kreacek, ja, sorry. Ik ben ik ben niet de imposter, I swear. Nee, hebben jullie echt naar allebei op mij gestemd? Dat is echt zo dom, ik ben het echt niet. Kitta deed de legit choice. Die deed gewoon de officiële goede kiezer. Oké, nou, dan stem ik op Kitta. Oké. Ik denk dat ik... Oké. Jongen, ik weet... Nou, maar we weten net zoveel als net. En het enige wat we net dachten was of Rick of Kreacek. Dus Rick is eruit, Kreacek is over. Okay. Ja. Nee, maar ik ben het echt niet. Maar dan moeten we hierna wel gaan winnen, toch? Ja. Nee, als hierna... Jawel, want volgens mij zitten er gewoon nog steeds twee imposters in. Dan hebben we een probleem. Ja, dan hebben we verloren. Hierna zouden we dood kunnen gaan. Waarom doen jullie dit nou? Als we nog leven, dan was Kreacek imposter. Dat is een feit. Of Rick. Nee, maar ik ben sowieso echt, ik zweer het, ik ben het. Oh, sowieso verliezen. Wat? Zie wel, Meli is daarom stil. Oh, wat slecht dit. Hey, Saar. Saar zit... Oh, wat rol. Rick. Wordt blauw. Eel, waarom ben ik blauw? Iedereen die gekke kleuren. Ja, omdat jij nu de host bent, denk ik. Moeten we anders even een nieuwe aanmaken? Ja. Zodat ze weer kunnen roepen, er komt start! Doe ik het weer niet goed. Oké, doe ik het weer niet goed. Omdat het weer ik imposter ben of zo, hoor. Ja. Oh, ik kom net Saar erin! Ik geef je een nieuwe code. Ik zal hem eventjes delen. ik kom echt niet chat binnen en iedereen is zo, left the game. Oh, Saar komt echt snel roll. Weg. Wegwezen. Oh, nee, ik heb hem gedeeld. Ja, je was first, Rob. Wow. En wie is de laatste? Six. Hello. Six. Waarschijnlijk, want ik krijg de code niet in. Op late. Welke Jeetje, headset vind heb je ik? Toys, ik kom wel. Niet in. Oh. Ja, Rick, welke headset heb je? Welke headset heb jij, Rick?
Ja, welke? Ja, dat vraagt ze me mee. Jij hebt niet zo'n hele mooie die licht kan geven. Nee, dat geen lichtjeshow ben ik. Weet je wie dat wel heeft? Creatchick. Ja. Die heeft zo'n lichtjeshow. Er is al veel gedoneerd hoor, dus mensen vinden de lichtjeshow leuk vandaag. Zo, kijk, de lichtjeshow. Ja, ik vind mijne wel fijner. Ja, snap ik. Maar wat ik ben er toch heel blij mee. Wat is jouw lichtshow? Mijn lichtshow zit in mijn computer. Ja. Oh, daar gaat hij weer. Rick gaat voor de ultieme lichtshow. Maar ik heb vandaag niet de ultieme lichtshow. Ik heb vandaag alleen maar de oortjesknippershow. Maar dat is ook leuk. En ik kijk er extra lief bij. Dus dat is ook wat waard. Oh, bij mij is iedereen naakt. Dus, Nice. Ik ga hem snel starten dan. We gaan naakt spelen. Dat wordt weer de titel van deze stream, hoor. Wij spelen Among Us naakt. Oh, lord. Succes. Succes. Oké, niet imposter. Weg. Anders dan word ik hier gekild. Dan kan ik eventjes rustig worden. Als dat nog mogelijk is. Ik was net zo moe, hè. Toen dacht ik, nou dan ga ik wel even cola drinken. Zo'n slecht idee. Ik heb nog nooit een live video bekeken. Nou ja, welkom bij deze livestream. En er is al meteen iemand dood. Wie is er dood? Mega snel. Oh, Roos zo. En Meli. Dubbel killtje dus. Oh. Zo, oh. Ja. Dat maar, moet wel. Wie is gevonden? Zelfreport. Rick staat nog op mute, denk ik. Sorry, ja, dank je. En doet je nieuwe plaatje het niet met dat poppetje? Jij wel. En dan nog zie je niet dat je gemute bent. Ik heb zo'n groot scherm, hè. Dan moet ik echt helemaal mijn hoofd draaien. Waar is wat gevonden? Ja. Heb ik in, ook hoor. In het laboratory, daarbovenin, rechtsbovenin. Ik kwam echt net, ik had net mijn key gedaan en ik loop naar rechts naar mijn volgende taak. En toen kwam ik er al tegen, gewoon die echt in dat gangetje. Volgens mij was het Roos. Maar lagen er niet twee? Ah, daar gaat Saar. Waar hebben we Ik heb er maar één gezien. Ook. Rick, was het een dubbel? Ja, wifi-verbinding, denk ik. Nee, ik want laat je dicht bij elkaar. Ik denk het niet, want Saltare, ik liep weapons in en ik heb Saltare zomaar langs zien lopen toen ik daar naar binnen ging. Oké, nee, dat was toen ik, en toen ik klaar was met weapons, toen was er meteen gereport. Dus zij zal daar ergens in de buurt zijn. Er was er eentje links en er was er eentje rechts. Ja. Het is wel heel snel trouwens hoor, want ik ben echt vanaf die key dinges naar beneden gelopen. Ik was net bij O2 om canisters, hoe heet die dingen, te vullen. Mm-hmm. En toen was hij al gereport. Ik heb die niet eens af kunnen maken. Dus weet je zeker dat het geen self-report is? Heb je echt wel weinig gedaan, Kajik? Is dat zo? Ben ik dan gewoon echt langzaam? Het is in ieder geval geen self-report. Ik was ook niet. Het is toch gewoon echt heel snel? Ik denk echt niet dat het een self-report is. Want ik kwam net aangewandeld bij Rick. En dan had hij die denk ik al wel eerder... Aangezien Saar weg is, zijn we met z'n zevenen. Dus we moeten nu niet stemmen dan? Nee, dat sowieso niet. Nee, dus, maar ik denk dat Rick wel safe is. Dus we kunnen casual skip. Of het zijn Febe en Rick. Maar ik skip. Je mag me in de gaten houden hoor. Ik doe gewoon netjes mijn taken. Dus... Ja, maar als je er zo uitziet, wil niemand jou in de gaten houden. Dat is wel een voordeel dan weer. Maar, je gaat zeker niet met hem naar specimen, hoor. Je bent een specimen. Nou, we hebben geen idee, maar dit gaat wel heel hard. Ik moet toch eigenlijk alles een beetje in de gaten gaan houden, want... iedereen is hier. Oké, dan doe ik ook al die. Oh nee, niet fixed lights. Er is nog drie steeds. Want Saar was er net uit, Meli is dood en Roos is dood. Ha, arme Roos! Ze is de hele tijd meteen als eerste dood. Oké, nog steeds niemand gekild. Ik ga ook richting de lights. Ah, lights gefixt. Ja, moet het toch een beetje in de gaten houden allemaal. Wat moet ik doen? Ik moet naar Matt B. Ik heb scan. Ik heb sample. Ik heb nog zo'n nood. Denk je dat we nog gaan winnen op taken? Ik denk het niet. Kitta en Roel? Nee, toch? Hey, gaat Roel scan doen? Oh, nice, want ik heb ook een scan. Dus als Roel een scan aan het doen is... Oh, Roel faked! Ik zag dat Roel fakte. Dat schrijf ik niet zo.
Fakete. Hoe schrijf je fakete? Hoe schrijf je dat? Oh, was de melee ook? Ja! Jongens, dit was echt heel erg. Dit was echt een double kill. Dus er lagen twee bodies bij elkaar. En ik zag Attica er vandaan komen. Attica. Nee! In Laboratory. Nee, Attica. Laboratory zo die ruimteschip ding aan het zoeken. En toen ik daar was met die task, liep ik er gelijk uit. Ik heb die body helemaal niet gezien. Nou, dat lijkt me echt heel sterk. Want er lagen er twee. En je loopt er gewoon echt naar een centimeter vandaan. Dan ben je wel heel blind. Dan ben je bijna zo blind als ik ben. Ja, echt niet. Ik was zo het ruimteschip aan het zoeken. En daarna liep ik er gelijk uit. Ik heb helemaal niet naar de omgeving gekeken. Ze lagen bij richting MedScan, zeg maar. Die kant op. Ja, en ik was links van Laboratory. Wat heb jij daar zitten doen, Fink? Ja, ik ging er net naartoe voor mijn laatste taak. Ja, ik kwam er wel aan. Ik heb je meerdere deuren zien openmaken op cams. Ja, daar ging ik. En daarna stapte je uit cams. Maar je zou technisch gezien de tijd kunnen hebben gehad om samen met iemand anders deze dubbelkill te maken. Dus dan vraag ik, want waar ben je geweest nadat je de deur hebt opengemaakt? Ik heb meteen die bodies gezien. Ik heb de deur opengemaakt. Toen moest ik nog een deur openmaken om naar boven te gaan om even te checken of daar wat zat. Ja. En toen ben ik daarna doorgelopen. Toen heb ik die Je moest alle deuren openmaken. Ik zag je echt alles openmaken. En daarna heb ik meteen gereport. Oké. Wat een moeilijk woord. Zullen we dan op Attica gaan? Want echt gewoon weg van de body. Ik snap echt dat Rick denkt dat ik het ben, want ik liep inderdaad weg van die kant. Maar ik was oprecht dat ruimteschip task ding aan het doen. En daarna liep Attica, heb je dan echt geen defense of zo? Want het is wel risky om nu te gaan stemmen op iemand. Ja, nee, ik zeg dat ik die body hem niet heb gezien. Maar ik snap heus wel dat hij op mij gaat stemmen, want als ik daar vandaan liep. Okay, maar ik heb hem oprecht niet gezien. Phoebe en Roel, waar waren jullie in the meantime? Ja, zeg jij maar eerst, Roel. Ik was admin tafel daar bij die tafel aan het kijken naar wie waar gaat. Jullie waren samen? Ja. Oké. Okay. Ik ga op Attica. Ja, ik ga ook op Attica dan. Nee. Sorry, Attica. Ik ken het niet. I'm sorry, girl. Nee. Ik ben een ergens dus. verloren. Helaas. Wow. Goed gedaan. Ik dacht bij mezelf, dat kan helemaal niet, want het is een double kill, maar er staat één iemand. Ja, en wij bleven gewoon bij elkaar. Dus ik dacht bij mezelf, dat kan helemaal niet, maar ze hadden al gestemd. Wij zaten in de chat. Shit, ik heb een broer gestemd hoor. Oh yes, Rob, we waren ook al zo blij met je, maar helaas. Ik zag dus Roel op die medbay scan staan, dus ik dacht, ik ga even checken of Roel me aan het doen is, want ik heb mook. Toen ging hij bij mij scannen, dus ik dacht, Roel, maar toen ging ik al dood. En toen was Kitta ook dood, en iedereen was dood. En toen zat gelukkig was Peter er nog bij, anders had ik dat niet gered. Nee. Ik dacht, Roel zou een keertje killen. Ik wilde dus ook echt scan. Weg daar, ik maar ik kon niet. Oh yes, Roel en Keertje zijn nu safe, maar toen... Ja, ik nee. Geloof niet, nee. Had je niet op mij gestemd? Ik had niet op jou gestemd, ik had broer gestemd. Nee. Ja, iedereen gaat gelijk naar jou luisteren. Namelijk nooit iets. Nooit iets van, dan gaan we wel op die stemmen. En nu was het ineens, let's go. Ja, ik had het niet vermoeden, maar ik kon me jezelf toch niet meer uitpraten. Ik dacht, laat maar. Je deed het wel goed, Roel. Ja, ik geloof. Yes. Ik wil wel zeggen, voor het feit dat Rick niet op Attica heeft gestemd, heb je wel verbazend haar enorm zus zitten maken en daarna heb je niks meer gezegd. Je hebt alleen maar gezegd, nee, zij liep er vanaf. Ja, nee, ik vind het wel heel moeilijk om nu niet op haar te stemmen. Maar ja, niet op haar. Stemt op Roel. Ik snap wel dat u op mij gaat stemmen. Toen dacht ik, dan ga ik niet op haar stemmen. Start. Druk op start. Start! Is iedereen er weer klaar voor? Start! Let's go! Wacht, ik wilde eerst nog wat vertellen. En ik kan echt nog niet op start drukken. Oké, ik ga op start drukken. Succes! Goed verhaal! Ja, succes! Nee, geen imposter. Crewmate. Vorige keer was ik ook echt maar één potje was ik imposter. En ik hoop niet dat het nu weer zo is en dat dit mijn enige potje was helemaal gewoon meteen in het begin. Want dan, dat was echt dan heel lame. Dat was echt een stom potje.
Dus ik hoop dat ik lekker vaak nog in pasta word vanavond. En dat ik ook een goed potje ga doen. Dat zou leuk zijn. Zo. Wow. Zelfbeste kan niet anders. Arme, ik vind het gewoon zielig voor Kitta. Hoe dan? Dat ging zo snel. Dit is gewoon echt zo bizar snel. Dit moet wel zelfreport zijn. Dit kan niet anders. Nee, ik weet het. Laat me mijn verhaal doen voordat ik er weer aan het gewoon uitgesteld. Kijk, ik had toen die fuel desk in storage. En ik loop daarheen en Kitta komt eruit gelopen. En ik zie een dode body. Dus dit is weer Kitta. Je had een fuel desk? Dat zegt mij ook echt niks. Die met dat, ik weet niet hoe dat eet in het Nederlands. Zo, die gasting. Ja, dat. Is in storage, fuel. Toch? En ik liep daarheen en toen liep Kitta... Dat. Ik kan niet uitspreken, sorry. Nee. Kitta liep uit storage. Fiol, zei ik fiol. Naar fiol vullen. Ja, laat maar. Ik ga niks meer proberen. Maar die body lag in storage en Kitta kwam eruit lopen. Oké, kijk, ik ging dus... dit is echt wel genoeg. Ik ga vanaf het begin, ja. Ik liep naar de sleutel toe, ik doe hem recht bovenin. En ik zag dat ik zo'n paaltje had, zo'n doolhof. Dus ik zat daar zo mijn doolhofje te doen. En ik zie Febe in stores lopen dus, naar de fuel task. En ik zag Attica erin lopen. Wat een verhaal heb jij, zeg. Dit is gewoon weer zo'n... Ik weet wat er gebeurd is. Toen werd er een bot gehoord. Dus ik neem aan dat het welk gat had jij? Zeg maar links en dan de tweede van boven. Is er iemand anders die links had, tweede van boven? Of ik rechts had niet boven? Gelet. Ik let daar eigenlijk nooit op welke ik heb. Nee, ook niet. Maar ik had in ieder geval niet links het vierde van boven. Ik zat aan de rechterkant. Geloof me dat het Kitta is. Dit is weer zo'n slechte impulsrol van haar. Ja, dat zou ik ook zeggen als ik jou was. Ja, je wilde gewoon... Wat stemmen we nu? Wie moet ik geloven? Kitta, alsjeblieft. Attica. Nee! Roel! Je wordt Kitta 2.0 met je Attica. Oké. Ja, maar kijk. Ik weet niet meer. Ik heb het voordeel van de twijfel vandaag. Dank je. Thank you for choosing. Dank je, maar... Hebben we het fout? Weet je? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het wel goed is. En wordt hier buiten een hoop vuurwerk afgestoken? Of is dat geen vuurwerk? Klinkt als vuurwerk. Dankjewel, Manu. Super lief. En Tiani, denk ik, net. Super lief. Ik doe intussen net een lange upload, download. En zo te zien ben ik helemaal in mijn eentje overgebleven. Ik ga nog even naar de laboratory. Ik hoop echt dat het Kitta was en dat het niet Attica is. Want dan hebben we de verkeerde eruit gestemd. Maar ik vond het een twijfelachtige. Maar volgens mij geloven we Kitta al nooit zo heel snel. En Attica ook niet. Dus ik vond hem lastig. Hallo allemaal. Hallo. Wat een gezelligheid. Ik ga naar O2. Wie stond er nou eigenlijk te scannen? Wacht, is dat Roos? Ja, Roos. Ik herken Roos niet in het zwart. Oké, let's go. We gaan naar O2. Wat heb ik daar? Oh, communications upload. Roel, waarom sta je daar zo eng stil? Roel? Wat? Wordt het weer zo'n avond? Gaat het weer zo? Laat ook maar. Waar is mijn taak? Waar is die tree? Hier, geef me die tree. Ik ga dit doen. Jongen, ik denk al, waarom staat hij daar zo eng stil? Maar ik dacht dat ik niet zo heel dichtbij stond. En dat ik echt nog wel weg kon komen. Maar blijkbaar niet, want ik ben alweer dood. Nou, dat gaat weer echt lekker. Ik hoop dat iemand me vindt. Ja, no! Ja, dat dacht ik dus ook. Dat is toch erg? Oh, wat verschrikkelijk. Roos faked taken? Ja, denk je? Dus dan zou het Roel en Roos zijn met elkaar. Het is sowieso Roel, want die heeft mij doodgemaakt. Ja, fix lights! Roel had mij dood. Oh, ze hebben me gevonden. What the fuck just happened? Love. Ik zag die report button, maar de lichten waren uit, dus ik kon die body niet zien. Oh. Ja, waar was je? Bij electrical. Ik heb een report, maar maakt niet uit.
Maar hij lag, ja, we liepen er allemaal heen, volgens mij. Oké, maar wie waren er met ons het licht aan het fixen? Er stonden voor mij twee andere mensen bij mij. Stom dat je dood bent. Ja, vind ik ook. Ik was net rechts van office naar buiten aan het lopen. Ik keek op vitals en toen was Kretik al dood. En dat was voordat de lichten uitgingen. Kitta. Oh, ze was al eerst bij die. Wie is er gereport? Kreatchik. Oh. Toch? Ja, Kreatchik. Maar ik kwam daar aanlopen samen met Oranje kwam daar, Rick, toch? Wij kwamen daar, wij gingen, want ik zag jou in, hoe heet dat, waar je upload doet? In communication, of heet dat toch? Nee, communication, zo je toch? Upload. Oh, upload, ja. Of... Ja, daar liep ik uit, want ik stond mijn doolhofje te doen. Toen gingen de lichten uit, zeg maar. En lief. Toen stond Rick in, in communication, sorry. En ja. Toen zijn we volgens mij samen naar, ja, volgens mij naar lichten gelopen. En daar stond Saar al. Toen de lichten gefixt waren, liep ik uit electrical en lag Kreatchik naar boven dood. Ja. Dus of er is iemand tijdens lichten gelopen en gekild en weggelopen, of Saar heeft hem gekild, is naar lichten gegaan. Zo van, ik sta daar al en ik heb niks gedaan. Oké, luister. Kreatchik lag net iets meer naar links, zeg maar, van electrical. En ik kwam van rechts, dus het is heel onlogisch. Het lijkt eerder alsof zij vanuit links onderkwam naar electrical toe om lights te fixen. Dat lijkt mij de meest logische reden, maar ik kwam van rechts. Dus ik ben ook niet in haarzelfde richting gelopen. Ja, maar Kreatchik was al dood voordat de lichten uitgingen. Dat zag ik niet. Dat klopt niet, want toen lag zij er nog niet. Maar jij zegt dat je van rechts komt, hoe weet je dat dan? Ja, ik al van rechts, dat weet ik omdat ik van rechts ben gekomen. Ja, maar ik bedoel, hoe weet je dan dat zij niet al dood was? Want ze lag links. Ik heb haar niet gezien. Dus ja, maar dan kun je niet weten dat ze nog niet dood was. Nee, ja, maar wie heeft gezegd dat zij al dood lag voor... Jongens, wat is dit? Nou, nee. Het is zo gemeen. Arme Saar. Rick zei van wel scherp, dus ik dacht van Nee, het is niet Saar. Saar was het niet. Het is Roel. Roel heeft me doodgemaakt. Ik vond dat wel slim. Arme Saar. Ah, oh. Nou, ik ga de taken afmaken, want dan hoop ik dat we daar nog mee kunnen winnen, want het is echt verschrikkelijk hoe snel de kills gaan. Met alleen Roel. Dat doet hij helemaal niet slecht. Hij speelt best goed. Niet boos zijn op Roel, hoor. Ik zie iedereen nu helemaal boos in de chat op Roel. Nee hoor, Roel doet het gewoon hartstikke goed. Ik ben super trots op Roel. Ja. Yes, 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 yes! Nou, yes. Jammer. Moest blijkbaar de laatste. Wie waren het nou? Roel. Ik, die laatste. Ja, en ik. Was jij het, Gita? Ja. Echt, Roel. Het ging nog goed af, Roel. Ja, nee. Oh. Roel ging ik was wel aan het begin in mijn eentje. Ja, je deed Roel, nog best netjes. Ik zat naar jou te kijken, want je stond zo stil. En ik zat ook al in de stream te kletsen. Ik zeg, nou, ik vind Roel wel erg sus hoor, zo stilstaan. Nou, ik ga even om het hoekje gluren om te kijken wat hij aan het doen is. Dood. Toen ging ik meteen zo. Oké, dat had ik ook weer niet moeten doen. Je moet nooit Sherlock in je eentje. Dat is gewoon niet slim, eigenlijk. Wel spannend. Ja, ja, nou nee. Maar Sarah, stom, was gewoon. Jij het? Nee, Kitta. Niet. Ik was het. Ja, arme Saar. Waarom gelooft er niemand Saar? Ik zag Kreatchik daar zo dood liggen en dacht, oh... Ik geloof haar! Ja, als ik daar lichten uitdoe, dan gaat iedereen naar die plek. Maar dan ziet niemand het lichaam liggen. En dan gaan ze allemaal elkaar verdenken. Ik denk redelijk goed. Dat is best goed. Ja, dat was gelukt inderdaad. ik had wel echt een probleem, want ik was aan het kletsen en iemand in dat is al wel een probleem inderdaad. Iemand in de chat, of nou iemand, Thomas in de chat, die zei that's what she said en ik kwam niet meer bij. En toen werd de body gereport. En ik had een slappe lach, jongen. Ik kon niet normaal praten. Ja, als ik nu mijn microfoon aandoe, denkt iedereen dat ik het ben. Hoi, Thomas. Hoi, stream van Rick. Oh, dat was heel grappig. Tranen in mijn oogjes. Start! Ja, ze zitten al in de chat, hoor. Het wordt steeds erger. Ze beginnen al te roepen in-game. Druk op start! Succes. Start. Succes. Jullie ook. Succes allemaal. Weer geen imposter. Maar misschien maar goed ook. Kan ik even rustig inkomen. Dan gaan we het zo meteen echt een vet goed doen. Deze paaltjes.
Oké, we doen alsof dat niet gebeurd was. Piep, 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 piep. Ik heb nooit geen idee welke ik nou moet doen. Ik zie nooit geen idee. Ik zie het altijd wel op de kaart. Maar ze heten volgens mij gewoon allemaal hetzelfde, toch? Alleen elke kerst een ander paaltje. Ja, jouw vertrouw... Oh nee, ik dacht dat je Roel was. Dan zeg je, jouw vertrouw ik niet meer. Ah, ik vind jou ook wel een beetje eng gedragen zo met je heen en weer geloop. Blijf bij mij uit de buurt. Ga weg. Ga weg. Kst. Rob ook. Eng. Ik vind iedereen eng. Ga weg. Ik moet naar electrical. Zo, ik ga hier... Oh, jakkes, lange download. Ga ik het doen? Oké, Febe, laat me met rust. Roel, laat me met rust. Oké. Okay. Hoe lang zijn jullie aan het streamen? Half uurtje nu, denk ik. Iets langer. Val nog mee. Ik zal de licht wel fixen, jongens. Gefixt. Gefixt. Ik was het. I did it. Ik heb ze gefixt. Net als deze wiring. Die ga ik ook fixen. Zie, ik ben super, super niet zus. Ja, voordat ik er zo meteen weer uitgestemd word terwijl ik het niet ben. Nee, die heb ik niet. Ik heb een office. En hier, upload data. Durf ik dat? Ja, Febe heeft me net ook niks gedaan, hè? Febe en Rick. Vinden jullie af en toe dit spel ook zo eng? Zo stop. Laat me eruit. I'm so scared. Oh. De body ligt nog bij de deur bij office. Welke? Bij de deur bij de onderste. Links onder deur. Oké, ja. Oh, oké. Als je van buiten naar binnen gaat, zeg maar. Nee, van binnen naar de office. Binnen. Van binnen naar binnen. Van binnen naar binnen. Welke deur is het nou? Ja, die links. Volgens mij toch denk ik dan... Ik zag daar helemaal niks. Admin richting office. Liep dat toch net? Die deur. Of ja, een ja, andere ja. Oké, oké, oké. Kit hem niet eens. Keer. Oh, nee. Ik heb geen idee. Wie heb je gevonden? Ik heb echt geen idee. Ik heb Saltair. Nou, ik was in... is het Weapons? Die middelste? Of is dat Communications? Communications was ik. Met Febe en met Rick. En toen gingen daar de deuren dicht. Dus sindsdien heb ik eigenlijk alleen maar gegild. Tot aan dat de body gereport werd. Ik was ook niet bij. Maar ik liep dus richting office. Want ik ben toen uiteindelijk toen die deuren open gingen, ging ik echt... Ah! Toen tussen Rick en Febe door. Toen ben ik zo heel hard weggerend naar de deuren van office. En daar werd hij gereport. Maar ik zag daar geen body liggen. Dus daarom vroeg ik waar dan bij office lag hij, want daar lag hij niet in ieder geval. Ja. Of ik kijk met mijn neus, maar ik heb niks gezien. Je hebt niks gezien, Roel. Roel staat gemute. Is je nieuws? Hey. Oh, ja. Hoi. Ik was een koekje aanpakken. Ook gewoon. Ik heb met iemand gekild, dus ik eet nu even rustig een koekje erbij. Maar ik was het niet. Ik kwam vanuit, hoe heet dat daar? Ik was eerst die gasbuizen aan het vullen. Ja. Daarna liep ik door naar office. En daar vond ik haar. Ik heb je wel inderdaad daar gezien. Bij, ja, ik ging daar naar... Na electrical ging ik naar... toen jij de lights had gefixt, ging ik naar beneden. Met Roos. Ja, klopt. Ja, dat heb ik gezien. Heeft iemand toch? Met scan? Oh, dat weet ik niet. Oh. Nee, ik heb volgens mij alleen een inspect sample. Op wie foto wel? Ja, ik skip hem dan. Ik weet ik het niet. Ik heb alleen maar gegeeld, nee, dus aan mij heb je niks. Ik skip hem ook. Ja, ik ook. Maar het is wel verdacht dat die deuren dicht gingen. Zou het Rick zijn? Of Febe? Ze hebben me niet doodgemaakt daar. Maar goed, misschien ook wel gewoon... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Kijken of hier nu niet een body ligt. Kijk, Roel gaat tussen eentje. Hey, huh? Hier was toch net iemand? Wie was daar? 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 Was het Roos? Zeg het in de chat. Ik weet het niet meer. Wie was daar? Er was daar net iemand. Die moet dan gefand zijn. Wie was het? Volgens mij was het Roos. Zullen we Roos eens even gaan checken? Volgens mij is Roos gefant. Ik weet het niet 100% zeker. Maar ze was ineens weg.
Ik zit echt... Saar, zeggen jullie? Saar. Was Saar daar? Is het Saar? Ja, toch? Is Saar. Ja, jullie zagen het ook, hè? Jullie zagen het ook. Ik laat nu Roos achter bij Saar met Rick. Dus als er nu een van die twee dood... Ik dacht echt dat Saar daar net was. En in één keer was ze er niet meer. Ik ga de lichten fixen. Dan ga ik wel even op de vitals kijken. Saar, ga bij me vandaan. Saar, ga weg. Saar, ga weg. Ik ga heel even kijken of er iemand dood is, oké? Ga even naar... Ja, alsof ik je toestemming nodig heb. Ik ga even kijken of er iemand dood is. Niet oké. Gewoon, dat ga ik doen. Wit is dood, geel is dood. Ik ben dood! Nee! Oh, het wordt er niet weer zo de hele tijd. Ik probeer zo mijn best te doen met Sherlocken, maar... Nou, we hebben er niks meer aan wie we zagen daar. Jongen. Okay, ik weet niet of ik het goed zag, maar volgens mij zag ik Sarah uit de vent springen. Ja! Nou, dat is echt onzin. Ik was net... Ja, dat was ook zo. Ja, wij hoorden het toch? Bij Mad Bay, of hoe heet het in Laboratory? Vent, of niet? Ja, nee, ik was... goed zag. Ik was daar die taak aan het doen. Ja, oké, okay, dan weet ik... Ja, maar... Nee, maar Rick, dit is echt lullig. Ik stond letterlijk... Met jou... Nee, maar ik stond letterlijk met jou net gewoon safe in zo'n cabine gewoon te chillen. En toen werd er een bot gecalled. Ik had je makkelijk kunnen killen. Ja, maar ik stond daar ook. Dus dan was het sowieso... Ja, maar ik vind jou sowieso heel sus. Want jij loopt een beetje doelloos door die hele map heen gewoon. Nee, oh, ik ben bijna klaar met mijn taak. Ik was aan het kijken of iemand nog met me was. Ik ben blij dat ik dood ben, anders had ik Saar helemaal gevreemd nu. Dus ik loop heel de tijd met Rick, want Rick net makkelijk daar kunde killen. En ik zie zeg maar zo... ik zat zeg maar zo daar. Gelukkig. Nou, dan ben ik blij dat ik ben gestorven. Ik ga gewoon mijn taartjes doen. Het was dus Rick en Rob. Ik zie jou daar in één keer lopen. Ik denk, springt ze nou uit de vent of niet? Maar ik wist het niet zeker. Maar nu Rick ook zegt van, ik dacht dat ik het zag. Maar, weet ik eigenlijk wel zeker. Waar is Saar? Op wie stem je nou nu al? Op mij waarschijnlijk, maar... Saar? Ja, Roos, sowieso. Want die loopt heel de doelloos door die hele map heen. En die is nu mij echt super zus aan het maken. Terwijl ik gewoon letterlijk een taak aan het doen was om al die draadjes met elkaar te verbinden. Ik ben het niet. Wil ik zeggen, ik stond net met Rick in een cabine. Ik had hem ook echt makkelijk kunnen vermoorden. Ik stond net met Roos de hele tijd alleen. Samen in communications, als ik het goed heb. Daar had ik haar ook kunnen vermoorden. Dat heeft ze niet gedaan. Ja, maar toen was net de ronde voorbij. Dus was de kill cooldown nog niet. Oké, maar kijk. Jij weet dat blijkbaar. Want dan ben jij de imposter. Dan weet je dat wanneer je... Heb jij nog iets anders gezien? Zeg maar, Rick, en hij we stonden samen bij stil. Camps, maar... Ja, nee. Echt... En niks. Maar lachen om zijn dreadfoot ziek geloof zet. Me, het is Saar. Want als ik dacht dat ik zag dat ik eruit de vent zag springen en Rick ook zeggen... Ik stem ook op Saar dan. Dacht inderdaad. Dacht is geen bewijs. Je loopt nu echt... Nou, en gewoon als je niet bent, dan is de volgende Roos. Heel simpel, toch? Oké, let's go. Slim hoor, Rick. Heel slim. Saar, ik dacht ook echt dat ik jou had zien venten. Want ik wilde eigenlijk al op die knop gaan drukken, maar ik ging toen dood door Rob. Want ik was even bij Fidus aan het checken of er al iemand dood gegaan was. Maar ik was helemaal in het begin bij Ops, toen we net begonnen waren. Toen gingen meteen de lights out. Toen was ik naar boven gelopen. Daar zag ik Roel weglopen. En jou zag ik richting wiring gaan. Daar zo in dat hoekje. Klopt. Toen ging ik naar beneden. Klopt. Ik ging meteen weer terug. En toen was je helemaal kwijt. Dus ik denk, nou, die moet daar dan door de vent zijn gegaan. Nee, maar ik lieg. Ik loop. Nee, want ik ging lights fixen. Ja, nee, je kan ook niet venten. Want je was helemaal niet de imposter. Maar het is wel goed dat ik dood was. Want anders had ik ook nog daar gezegd. Van ja, ik denk ook dat ik Saar had zien venten. Het zag er echt dan? Zo uit. Ik meen het serieus. Het was niet gelogen van mij dat ik echt dacht dat je dat deed. Het is dat ik wist dat het niet kon omdat ik het was. Maar... Ja, ik had dus ook het idee. Ik vroeg dus ook echt aan mijn chat van wie stond daar nou net? Was het Roos of wat? Wie was het? En iedereen in de chat, Saar. Ja, handig hoor. Waren de lichten uit of niet? Want... Ik had zeg maar dat schermpje openstaan van die wiring ding. En ik, in één keer zie ik lichtblauw in dat hoekje staan. Ik denk, die moet wel gevent zijn, ja, kan niet anders. Hadden we vorige keer met Rick ook al, hè? Dat Bibi zo echt zo overtuigd was dat jij had gevent. En toen was je toevallig ook de imposter, maar dat was toen ook al zo. Dat, ja, dat hoekje is gewoon echt heel... Er waren een paar leuke crewmate potjes. Ik heb er nu 3 opgenomen. Ja. Ik had dat vorige keer hele stream en nog één keer imposter alleen in het begin. En dat was het.
Start. Oh, maar het was wel een leuk potje. Start. Ja, dat was ondanks leuk. Dat je eruit gestemd werd. Ja, maakt niet uit. Nee, nu heb ik alleen een lelijke groene kleur. Dankjewel, met mijn oranje pak. It looks hideous. Het andere was ook hideous hoor, Rick. Niet alleen dit pak. Al die andere pakjes ook. Die waren ook echt lelijk. Weet je wat ik ga doen? Ik ga meteen naar... Hoe dan? Oh, nou. Roos, vertel uit. Hoe dan? Nee. Roos, ja. Ja. Nee, echt niet. Nee, ja, vertel maar. Na die dropship meteen. Dankjewel, Tiani. Nou voel ik me ietsjes beter. Ietsjes. Ik ga de kamer even kijken. Met de raket daar. Wat een avond. Ja, ik weet ook oprecht niet wie ik daar langs heb zien lopen. En iedereen. Want ja, ik zat gewoon zo te klikken. Ga lekker gamen, we hebben er echt zoveel zin in. Ja, om mij dood te maken. Ja, Roel komt gewoon van een heel de andere kant. Dus die kan het sowieso niet hebben gedaan. Loop ik daaruit en Kreatje ligt daar dood. Ik weet dat ik dus wie zag je lopen? Ja, het was Roel toch? Of was dat niet Roel? Nee. Wat? Roel, jij kwam net binnen. Ja, dat bedoel ik. Wij reporten samen de body, zeg maar zo. Waar was dit? Ja. Dit was onder Rocket. Hebben ze Febe niet gezien? Ja, en ik loop daarvan uit. Ik weet dat ik... Weer Febe. Weer Febe. Ik geloof je wel. Ik loop zo ver ervan af. Ja, met die raket best wel ver. Dat je zo 3 keer moet klikken op 4 punten, zeg maar. Oh. Dit wordt geen leuke avond, joh. 3 keer, weet ik niet. Maar zag jij iemand weglopen dan? Zijn. Nee, ik ben daar meteen ingelopen, zeg maar. Gewoon meteen na die dropship. En ik heb daar gewoon gestaan. En ik loop eruit. Wat en doe ik verkeerd? Geef me tips in de chat. Maar dan wat doe ik verkeerd? Waarom ga ik zo vaak dood? Ja. Langs de schulpen. Ja, maar ik heb dus niemand gezien. Hmm. Maar Kreatje, ik moet toch ergens vandaan gekomen zijn? Hè? Heb je toch minstens Kreatje gezien? Ik viel gewoon dood, gewoon neer. Ik kan me anders niet meer herinneren, maar ik heb Kreatje ook niet gezien. Ik ben gewoon... Ik liep met mijn map open, want ik weet nooit waar al die taken zitten. Ik weet niet. Ze klinkt heel onschuldig. Ze klinkt net onschuldig. Zeg maar. Ja, ik kan het leren. Ik ben het maar ik ben het niet. Maar ik weet het niet. Maar wie het dan wel is? Ben ik, ja, waarschijnlijk Rick, want die kleur dat klopt echt niet. Ah. Nee, ja. Ik snap dat je me eruit wil stemmen, want ik vind het lelijk. Maar ik ben het klopt echt heel erg. Ik skip wel vast. Ik skip wel niks. Oké, skippen. Hou hem maar in de kaart als je wil, maar... Nee, als het roos wel is, well played. Je doet niks verkeerd. Ja, oh, zeker. Gelukkig. Toch geen stem, hè? Oké, nou, zullen we maar de taken gaan afronden dan? Febe toch. Elke keer mij als allereerste doodmaken. Waar je het terugkrijgt in de stream. Laat me volgende keer even leven. Als ben ik alleen maar dood. Is niet leuk. En ik nog, hè. Ja, ik ga meteen lekker snel naar dood. Meteen dood. Ik zie bij een aantal van jullie dat ik vast ben gelopen. Ik weet niet waar dat aan ligt. Ik zie bij mij gewoon alles nog steeds gewoon aan. Dus misschien kan je hem eventjes refreshen. Maar ja, als je dat hoort, dan heb je dat waarschijnlijk al gedaan. Ik zie heel veel, je loopt vast. Nou, ik denk dat het zo wel weer goed komt. Ik kan er niet zo heel veel aan doen. Bij mij zit alles gewoon goed. Ik krijg ook geen rare melding of zo. Wie is de andere? Ja, ik weet het heel eerlijk gezegd nog niet. Ik weet in ieder geval de Svebe, want die heeft mij net doodgemaakt. Ik zorg in ieder geval nu ervoor dat ik snel mijn taken maar afmaak. Want dan doe ik nog iets nuttigs vandaag. Want voor de rest ga ik alleen maar dood. En ik weet dat Rick het niet is. Oké, het is niet Rick. Rick is het niet. Dat is één ding wat zeker is. Want hij ligt dood. Hij ligt, zeg maar, als je vanaf de rock, zeg maar, voor electrical, bij de deur daar, zo heb je zo'n ja, ik hoop dat ik het volgende potje ook langer blijf leven. Ben je helemaal daarheen gelopen? Wat? Ja, ik moet daar aan het praten. Febe moet altijd jou hebben. Ja, hè? Ja, ik ben gewoon naar boven gelopen. Dat is letterlijk de gang uit. Altijd maakt Febe mij dood. Hè? Wacht, waar was het? Voor electrical. Oh, oké. Waar je electrical binnen kunt, maar bij de deur bij electrical, daarvoor heb je een soort box met, zeg maar, cables. En daar zie je, ja, daar lag hij. Rick, die er lag een hoopje groen. Nooit. Zonder dat enorme lelijke heel masker. Soms, maar meestal niet. dus die is meegenomen door iemand. Wie waren er bij? Heb je iemand gezien verder? Nee, ja, alleen Kitta heel kort eventjes, zeg maar, helemaal onderop. Ja, en ik denk dat it. Dat het is. Hm. Toch vind ik iedereen eng. Maar ik denk dat het wel safe is, want Kitta waar ik ben, hè.
Ik denk ook niet dat het Kitta is. Want aangezien Kitta dus helemaal onder was en de body boven is, dat is wel... Kitta is wel bij mij. Ik heb Rol gezien in mijn best hebben. Ik heb net niet mijn download af kunnen maken. Okay. Dat is wel een beetje jammer. Dus de enige Proces. Mensen die we nu niet horen zijn Roos en Antica. Heeft er iemand met basecam? Ja, dan zal ik zo even kijken. Alles loopt met je mee. Ik ga kijken of ik die heb, Antica. Ik heb die. Maar ik was even voor de map, anders kan ik het echt niet uitleggen. Sowieso zus. Jij was eerder in communications. Ik heb mijn swipecard, mijn paspoortscan en mijn download gedaan. Waar zijn Hugo en Bibi? Bibi komt vanavond niet. En Hugo die komt pas vanaf 9 uur. Dus misschien dat hij zo meteen mee wil doen. Toen ben ik naar beneden gelopen. Daar zeg maar weer richting weapons met Kitta. Toen ben ik mijn upload gaan doen in communications. En nu ben ik die waterflesjes aan het doen daar. Ja, bij O2 daar helemaal beneden. Oké, dus de enige mensen waarvan we nu niet weten of ze het wel of niet zouden zijn, is Attica, Fiep of Sarah. Ja, Jamila heeft even een Among Us break. Dus zodra ze weer mee heeft, kwam van die kant af. Ik was daar niet eens in de buurt. Maar ze heeft even nu even een break. Ze had even geen zin meer. Nou. Ik ga trouwens maar met mee, want ik heb die scan. Dus ik was echt zo verspreid. Ik volg je wel. Hoe doe je haar? Bij mij is het echt altijd poef. Ik heb geen idee. Ik heb gewoon best wel glad haar. Dus dit is mijn ik doe niks aan mijn haar dag, zeg maar. Ik vind wel dat in ieder geval mijn pony droog. Haartips en fashion tips van Creatic vandaag. Maar nee, ja, ik vind het in ieder geval altijd een beetje droog. En dan vind ik het gewoon zo naar voren. En dat was het eigenlijk. En als het echt een kakdag is en het zit echt lelijk, dan doe ik de stijltang door mijn haar. En dan doe ik al deze plukjes even met de stijltang. Dat was het. Verder geen toffe tips voor mijn haar. Het zit ook 9 van de 10 keer gewoon mooi. En dan doe ik het gewoon in een staart of in een knot. Eigenlijk, dat is het. Dat waren mijn kapperstips. Hopla. En ja, vaak wassen. Want mijn haar werd heel snel vet. En ik heb niet zo heel veel haar, zoals je kan zien. Ik heb echt maar vrij weinig haar. Dus als mijn haar een beetje zo valt, je ziet het ook wel eens hier. Kijk, dan krijg ik een beetje van die kalige plekjes. Dus ik moet het wel vaak wassen. Want als mijn haar heel vet wordt, dan gaat het ook nog slierten. En dan zie je het nog erger. Dus wassen. En dat was het eigenlijk. Heel simpel. Ja, jammer dat ik dood ben, hè. Ja, zal ik eens eventjes een beetje spannend maken voor jullie? Zullen we eens even gaan kijken wat iedereen aan het doen is? Kitta is hier heel raar aan het rondrennen. Zie je dat? Maar goed, misschien weet ze gewoon echt niet waar de taak is. Febe die is heel stil. Meli leeft nog. Hier is echt spanning en sensatie. Ze hebben er laten leven. Dus Rob en Roel zullen het ook niet zijn, denk ik. Of het is Meli. Maar die doet wel heel lang daar, de Simon 6. Dus ik denk dat Meli ook wel oké is. Nou, Rob en Roel. Rob zal het dus ook niet wezen, denk ik. Zeg het eens, Rob. Ik sta in de specimen room samen met Roel en Saltare. Dat hebben we gezien. En we staan daar gewoon te chillen. En we zijn allemaal klaar met tasks. En, Saltare is nog bezig met een task. Dus Roel en ik wachten. Want ik wil niet alleen weglopen met Roel. Saltare die denkt gewoon van, weet je wat ik doe? Ik loop de andere kant op. Toen opeens liep ze om de tafel heen. En daarna ging ze weer terug bij dezelfde task staan die ze al gedaan had. Nee. Jawel, dat was wel waar. Dat was zo super suspicious. Ik was super bang. Ik dacht dat Rob en ik alleen waren. Dus ik heb die Simon 6 weggedaan. Dus dacht van, oh my god, maar toen was het. Dacht ik, kut, nu moet ik hem nobody put Simon 6 away. Maar dan loop je er toch niet vandaan. Hij slaat het op. Dus ik dacht van, oké, dan ga ik gewoon verder waar ik was. Maar dan loop je toch geen rondje? Ja, dat was echt wel suspicious. Nee, maar omdat ik gewoon... Ik was wel heel bang. Ik geloof er wel. Oké, ik geloof er ook wel. Oké, maar even... Het is gewoon... Maar zo klinkt ze... Anders heeft ze tussendoor acteerlessen genomen of zo. Ik weet het niet hoor. Maar is het überhaupt een body report of gaat het over een emergency meeting? This is an emergency meeting. Don't you know this is an emergency meeting? Oké, dus wat was. Dus jullie denken Meli. Maar ik denk ook wel dat Meli safe is. Ik vind Saar een beetje sus. Want ik vind Saar ook een beetje.
beetje rond. Ja, luister, oh. Jullie hebben me echt al 2-3 keer uitgestemd zonder enige reden gewoon. De reden zou nu zijn omdat je vet creepy naar me toe kwam rennen en daarna toch maar met me meeliep omdat ik richting mensen liep. Wanneer? Echt net. Toen we met z'n allen richting... Oh nee, spin. Oh, sorry. Ik had me kunnen vermoorden. En ik denk eerlijk gezegd dat Rob... Dat bij de vorige Rob best wel een... Ik stem zo. Oké, spinnen. Ja, spinnen. Dan stem ik op jou. Dag. Dit zijn volgens mij nog. Oh my god. Oh ja, dat is de reden. Volg me allemaal goed, naar Simon 6. Simon 6. En Febe die speelt de laatste tijd ook lekker. Ze moet wel steeds meteen mij hebben. Maar ze doet het wel goed. Ze vindt het zelf helemaal niet leuk om imposter te zijn. Ze is zelf liever crewmate. Dus vorige keer was ze echt 4 keer achter elkaar imposter. Toen was ze er echt ook helemaal klaar mee. Ze zat al vanmiddag. Ja, ik hoop niet dat ik weer zo vaak imposter word hoor vanavond. Dat trek ik echt niet. Dat vind ik echt zo moeilijk en eng. Nou, ze doet het hartstikke goed hoor. Ik ben nooit blij met Febe in ieder geval, zijn imposters. Want ik ga altijd dood worden. Wat is je plan, Febe? Wat ga je doen? Je bent nog alleen. Toch maar een specimen. Altijd een goede plek. Even kijken of er hier iemand te killen valt. Nope. Niks. Niemand. Helemaal niemand. Waarom heet Meli Saltare? Wordt heel veel gevraagd. Ik weet het niet. Waarom heet de Kreatchik? Waarom heet Adinda Kitta? Gewoon leuk. Waarom heet Rob Rubik's Cube? Ja, het zijn gewoon onze game namen. Rick heeft eigenlijk als game naam altijd Fooras. Daar speelt hij altijd mee, maar hij heet hier nu gewoon Rick. Lekker makkelijk. Geen onduidelijkheid, gewoon Rick. En Roel is gewoon Roel. En Saar is gewoon Saar. Of nou ja, Roel La 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 La. Roel La Luan. Jeetje. Zou hij zelf vast zijn achternaam heten? Roel La Luan. Het is wel mooi. Ik denk het niet. Oh, Febe, no! I lost you. Fiep! Oh ja, hier. Ja, je moet nu toch wel opschieten hoor. Want ik denk wel dat we dit dan gaan winnen op taken anders. Als je nu niet snel killt. Yep. Ja! Febe! Kids hadden dat was Fiep. Ja, Fiep. It was Fiep. Dat was Fiep, sowieso. Fiep killde mij weer super snel. Ja, ik voelde de frustratie het hele land overkomen deze kant op. Wie was de andere dan? Fiep. Saar. Oh, natuurlijk. Ja, dat kon ook niet anders. Goede reden eruit gestemd. Maar ik ben blijkbaar echt te slecht hierin. Dat was wel het mooiste speciaal zo. Saar, ik had niet als ATR hadden we echt gemakkelijk een double kill kunnen maken nog, maar echt sad. Oh, meen je? Wanneer dan? Ja, echt het laatste. Als je toen nog niet verwekt was, zeg maar het laatste rondje, we hadden een double kill waar wij gewonnen. Echt sad. Ah, shit. Rick, wat doe je nou weer aan? Maar ik stond op cams en ik zag Saar en Attika samen ergens naar binnen lopen. Dus ik zag zo van, oké, als nu een doodgevecht naar die knop rennen. Saar killt Attika. Ik dacht, ik wil gaan rennen, komt Febe aan. Killt ze me. Kijken of dit Rob approved is. Wat? Rob approved? Ik vind ze allemaal zo lelijk. Is dit Rob approved? Wat ik nu aan heb? Ik vraag me een beetje af, zeg maar, is dit blauw haar dat je in een soort van toef hebt gedaan? Of is het een handdoek, waar je haar in gewikkeld zit? Nee, dit is mijn haar. Nee, dit is een handdoek. Nee, het is een handdoek. Ik wil heel graag weten wat er onder de handdoek zit. Je bent echt zo'n creepy speeltje van vroeger, die had ook zo'n pluishaar. Die trollen waren dat toch? Ja, super creepy. Met dat gekleurde haar. Oh, dit is zo creepy. Laat maar, dit is creepy. Niet deze. Start. Nee. Start. Ja, ik heb gedrukt. Ik heb gedrukt. Start je hoedje. Random hoedje. Ah, ben je cute. Ik zie er lief uit. Ah, weer niet. Biertje. En dan ga ik zeker weer als eerste dood. Ik ga nu bij een hele groep mensen blijven. Ja, zodat ik niet meteen als allereerste dood ga. Ik blijf bij iedereen die geen imposter is. Kijk, Rick ziet er zo lief uit als een biertje. Ik ga met Rick mee. Ja, yeah, I don't trust him. Ik vertrouw niemand. Ik ga naar O2. Ik heb hier niks te doen. Ja, kijk, en dan loop ik weer in mijn eentje. Nee. Echt niet. Dat ik...
trash gaan doen. Of download gaan doen. Mijn camera loopt trouwens in de tussentijd. Dat geeft een melding. Ik ga hem zo meteen even resetten. Dan weten jullie dat. Dan val ik zo meteen heel ver uit. En waar moet ik heen? Oh, toen nog steeds. Die download data. Oh, ik loop zo sus door het spel. Wat is mis met mij vandaag? Dat gaat niet goed. Ik ga een lijn telescoop doen. Ik zie Saar. Saar, laat me leven. Ah! 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 Ik ga nog liever download doen dan dat ik daar ga staan met Saar. Saar! Ah! Waarom ging je al op weg naar de lichten terwijl de lichten nog niet eens uit waren? Eng. Eng vind ik jou. Ah! Oké, iedereen is hier. Dan ben ik niet meer zo bang. Iedereen gaat weer weg, hè? Ben ik hier weer alleen? Oh. Het zijn in ieder geval niet Rick en Attica, want die waren bij mij bij Vital. Ik schrok me echt helemaal dood. Ja, ik ben ook alweer de hele tijd aan het gillen. Ik weet niet wat er mis met me is vanavond, maar ik vind het heel spannend. Ja, die cola zeker. Ja, dat zal het zijn. Ja, dat denk ik ook. Ik heb Roel gevonden. In O2. En hij lag voor de boom. Heel zielig. Oh, God. Ik denk dat het gebeurd is toen die lichten uitgingen. Gok ik. Ik neem aan van wel, ja. Er was niemand beneden in ieder geval. Want ik heb de lights gefixt. En toen ben ik daarna naar... iedereen ging weer terug naar rechts trouwens. Maar ik ben toen dus naar O2 gegaan. Naar beneden toe. En daar vond ik meteen Roel. No. Die was er niet bij. Nee, Roel was er toen al niet bij. Dus ik denk ook dus dat hij daarvoor al gekild is. Maar wie was er verder niet bij? Ik was met Saar in ieder geval bij Laboratory voordat de lichten uitgingen. Ik vond Saar een beetje eng, maar... Ja, nou, luister. Ik dacht dat het sowieso verdacht werd. Maar ik heb met deze kunnen, dus ik dacht echt van... Oké, kom met me mee, Saar, ik heb ook een met deze scan. Kom maar aan samen. Oké, check, ja. Oké, nou dan blijf ik wel bij jullie in de buurt voor de gezellig. Is goed. En voor de safe. Ik wil blijven leven. Wat zeg ik het dan? Waar waren Roos, Rob en Nelly? Oh ja, doen jullie maar eerst. Nou, ik heb... In het begin... ik doe het wel. Nelly is safe. Tenminste, ja. Of ze kan heel goed... wat was het ook weer? Viool, hè? Vioolnamen. Viool! Ze doet mijn beste, ja. Ze kan heel goed viool faken, want we hebben allebei dat gedaan echt vanaf het begin. Dus die, ja, vice versa. Dus of Rick kan heel goed faken, of Roos en Rob? Ik was bij Weapons, maar toen ging de elektriciteit uit, dus dan ben ik meteen daarin gelopen. Maar ik kwam aan toen het gefixt was. Wat was je aan het doen bij Weapons? Weapons. Pew, pew, pew. Ja. Nice. Oké, dus dan ligt mijn meeste zus op Roos. Maar ik heb mijn verhaal niet eens kunnen doen. Oh. Nee, ja, nou, dat skippen we nog ja, even. Ja, vandaar. Ja, daarom ben je zo zus. Rob en Roos zus. Oké, thanks. Ooh. Random. Kitta zus. Kitta zus. Again. Oh, veel op Roos toch gestemd. Ja, ik heb Roos helemaal niet gezien, maar we hebben er ook net niet in gesproken. Dus dan vind ik het sneu maar dan alweer eruit stemmen. Want daar gaan we elke keer de fout in. We stemmen gewoon zomaar random mensen eruit. En dat zijn vaak onze crewmates. Ik zie Rob meteen weer teruggaan naar zijn dingetje. Zijn weaponstaak. Dus ik neem aan dat hij daar nog niet mee klaar was. Jullie denken Kitta en Saar? Ik weet niet, het zou best Roos kunnen zijn hoor. Als er al zoveel op haar hebben gestemd. En waarom heet je Crea Chick? Ja, omdat ik creatief ben. En ik ben een chickie. Dus nou ja, zo eigenlijk. Het is niet zo heel ingewikkeld. Nee, te ver. Dikke kant op. Yes. Ik heb hem al gedaan hoor. Iemand zei net dat je die noot kan herkennen aan het getalletje dat er achter staat of zo. Of ervoor staat of iets. Oké, nou sorry, het ging heel snel. Deze moet ik doen. Maar ik zie niet zo heel goed waar ik dat dan kan zien. Maar kom er vanzelf achter. Oké, alleen blauw is nog steeds dood. Alleen Roel. Dus het is niet een hele snelle killer in ieder geval. Ik zie Phoebe hieronder. Nou, dan blijf ik een beetje bij uit de buurt. Lichten gaan weer uit. Oh, had ik niet trouwens gezegd dat ik meeging? Meeging naar Medbayscan. Oeps! Ik was het alweer vergeten, maar zo te zien is er al niemand meer. Wie komt er hieruit? Meli. Zo. Oké, wow.
Febe, met wie stonden wij net? Oeh, dat is echt een verse keel, want ik was net nog op finals. Met Kitta, oké, dan ga ik voor Kitta. Want ik... Nee, niet op Kitta stemmen, alsjeblieft. Hey. Ik ging met haar naar Specimen en zij had mij echt makkelijk kunnen killen. Dus echt ik was alleen met haar. Dus zij is het echt niet, geloof me. En ik maar was... waren jullie met z'n tweeën naar Specimen? Ja, nee, ik had daar die... Oh, ga maar, sorry. Ja, nee, doe maar, ik wacht wel. Ja, nee, ik had daar die download task en nog eentje, maar we gingen samen. Oké, maar het is heel sus dat zij vanuit die kant komt, vanuit onder, dus naar mij en Febe toe. En ik loop zeg maar terug naar van haar onder kant. Waar? Zij... Van onder waar? Ja, je... waar stonden we? We stonden bij, was het? Bij Office. Office, hè, ja. Ik stond in Office. Jij kwam vanuit die kant lopen. Ik kwam letterlijk van rechts. Nee, ik kwam van rechts. Jij kwam van links. Jongens, ze liegen allebei. Nee, wat... Waar was het nou gebeurd dan? Jij hebt het toch gezien, aan de rechterkant in Office. Nou... Ik heb... Wie vind jij nou gebeurd? Such? Het is sowieso net gebeurd, want ik was net nog op Vitals en toen was alleen nog Roel dood. Dus het is echt een hele verse kill. Echt vers. Ja, het is echt heel vers. Ik heb het nog zien gebeuren op Vitals. Ik heb daar niks, liepen we een stukje samen. En ik heb Febe en Saar samen bij die matbase scan zien chillen, maar ik heb geen van beiden daadwerkelijk op de matbase scan zien staan. Ja. Ik kwam bij Specimen, kwam er echt een pack naar buiten, naar links, en toen ging ik naar binnen. Het is een double kill. Dus dan denk ik dat ik niet in mijn eentje gedaan hebben. Dus de twee die nu heel hard op mij gaan. Precies. Maar Sari, oh my god, laat maar. Ja, ik heb mijn matbase scan gedaan. Maar net, het is een zelfrapport dan. Okay. Nee, maar Sari, ik heb mijn Sari al zo vaak uitgestemd vanavond. Op wie gaan we dan, jongens? We hebben 10 seconden. Ik zweer dat het Sari is. Ja, okay. Nee, niet weer. Zo kan het niet meer. Saar, blijf bij mij, ja. Zo, die random Febo. Rob, blijf bij mij. Ze worden beter in het liegen allemaal. Ga ik Febe vertrouwen? En Saar? Ze blijven wel heel dicht bij elkaar. Als ik nu dood ben, dan weten we in ieder geval dat zij het waren. Ik offer mijn leven wel op. Kijk, ze hebben me niet gekild. Kom met me mee. Gaan ze ook met mij mee? Nee, natuurlijk niet. Gaan ze niet met mij mee. Kom ook met mij mee dan. Kom. Als jullie te vertrouwen zijn. Kom mee. Goed zo. Okay. Dat doen we even opnieuw. Oh gosh. Rob, dat is een emergency meeting master. Ja, maar echt. En dan doen we even opnieuw. Zo jongens. Oké, dus. Ja, what happened? Nou ja, er waren vet veel stemmen op Kitta en op Saar en één op Phoebe. Eén op Phoebe. Wie was die één op Phoebe? Ja, dat gaat niemand zeggen. Nee, niemand blijft. Nee, dat is sowieso. Oké. Kijk, zij hebben mij al lang al kunnen killen, want ik ben net ook deeltijd met samen. Ja, dat is het hele. Natuurlijk hadden jullie elkaar kunnen killen. Maar Maris was er ook bij. Maris was ook bij ons. Ja, precies. Ja, maar jullie hadden nu nog een cooldown. Ik wou net zeggen, je gaat nu niet iemand vermoorden. Je weet hoe super suspicious je bent. Nee, nou, ik denk dat ze wel oké zijn. Tenminste, voor nu net dan. Ik ging wel expres bij ze blijven in de hoop dat ik dood zou gaan. Zodat jullie wisten wie ze was. Maar blijft dan bij ons. Ja, Maris, ik blijf gewoon ons. De hele tijd bij Febe en Saar. En als ik dood ben, jongens, of iets verdacht zie, dan ram ik op die knop. Ja. Of als ik dood ben niet, maar dan vinden jullie me vanzelf. En dan weten jullie wie het zijn, oké? Ik blijf bij Febe en Saar in de buurt. Ik weet zeker dat Rob en Attica veilig zijn, in ieder geval. Ik wil gewoon... Maar, Op wie stemmen... Ja, maar Febe en Saar hebben nu alweer gestemd. Ja, dat is wel een beetje zus, hè? Ja, dat vind ik echt zo... Ja, dat vind ik dus ook. Op wie hebben jullie nou weer gestemd dan? Ja, nu zo'n keer gewoon met z'n tweeën. Ja, dan? Nou, jullie weten zeker dat het Kitta is. Skitta! Zeker! Ik kan toch geen double kill gemaakt hebben in mijn Oké, we kunnen nu op Febe stemmen. Maar hebben gewonnen, dan is... echt niet. Nee. Laat maar iets bij mij blijven. Ik kan bewijzen dat ik het niet ben. Ja, ik vind jou een beetje eng, Febe, bij jou blijven. Dat gaat nooit goed.
maar blijf bij mij, oké? En geef me nog één kans. Ik zou faven. Maar nee, dat het kindraad is, hoor. Oh god, wat gaat gebeuren? Nee, ik kan niet bij Febe blijven. Sorry, Febe. Jullie stemmen echt altijd. Jullie stemmen altijd een onschuldige belger uit. Ja. Dat is exact wat Nederlanders doen. Oh, sorry, Fiep. Oh. Ik weet nu niet bij wie ik moet blijven. Rob, ik blijf bij jou, Rob. Ja, oh. Ik ga naar de andere kant zitten. Ah, nee, fix lights. Gaan jullie maar. Ik blijf hier wel. Meli gaat ook niet weg. En Meli en Rob gaan samen niet weg. Meli, Meli! Ik wist het. Ik had al zo'n vermoeden. Toen ik nu net in de laatste ronde dacht ik... Oh, lekker. Het gebeurt echt nooit dat ik Kitta aan mijn kant kan krijgen. Als ik dus ben. Maar ik heb jou vitals. Oké, maar wacht. Toen er een kill werd gedaan. I know. Hoe? Oké, maar... Wie waren het nu? Ja, Rob en Meli samen. Nou, weet je, de ronde begon nu net. En toen dacht ik, wacht. De laatste keer, toen ik samen met Rob in Boston was, toen hadden wij ook, toen die stemmen zo redelijk gelijk was, heeft Rob ook nog een keer op de knop gedrukt. Zo van, dat doen we nog een keer over. Dat deed je nu exact weer. Dus ik zat nu echt nu net pas te denken van... Oh, wacht. Dat is niet helemaal waar, want ik heb het al drie... Dit is mijn derde potje dat ik het doe. En dit is pas de eerste keer dat ik het doe. Ja, anders. Nee, ja. Ik druk anders op de knop. Ik moet even mijn camera restarten. Ja, dus je voelt het anders op de knop. Ik druk nu gewoon rustig op die knop, want ja, nu maakt het ook niet uit. En anders is het gewoon volle paniek. Ja. Ik dacht echt, ik krijg Rick echt aan mijn side gewoon. En ik weer. En toen dacht ik hem alleen in specimen. Toen dacht ik, ik moet nu het rondje afmaken. Sorry, Rick. Nou, ik had alleen maar diepe respect, hoor. Dat is echt wel super gedisconnect raakte. Ja, echt hoe dan? Ja, echt hoe dan? Maak je het wel sneller voor Meli en mij. Ja. True. Nou, goed gedaan, Rob en Meli. Heel nice. Netjes. And there we go. Maar goed gedaan. Nee, laat me nou ook imposter worden. Oh nee. Het wordt weer zo'n avond. Maar ik heb hoop. Het komt zo meteen helemaal goed. Ik heb mijn camera gerestart. Het komt zo meteen helemaal goed. Ik ga naar office. Ik ga niet dood. Ik wil niet dood. Zal ik... Ja, dacht ik doe het nu gewoon meteen. Want deze tactiek moet heel hard worden. Sorry, maar Saar was de enige die sleutels had. Yes, thank you Kitta, thank you. Saar was de enige die sleutels had. Zou dat doen? Ja. Wat? Ja. Saar. Sorry. Daar ga je. Love you. Mag ik deze Discord ook verlaten? Gewoon. Maakt niet uit of ik er ben. Maar goed, ik zal ook op mezelf stemmen. Prima. Iedereen krijgt. Altijd even checken welke taken je hebt. Ik weet niet wie er is, maar... Het past niet eens in het scherm. Nee. Oh, arme Saar. Oké, wat ik wilde zeggen is... zal ik nu bij Rick in de buurt blijven? Want ik denk dat Rick net ook wel lekker bezig was. Dus ik ga even met Rick vandaag samenwerken, oké? Rick, ga me alsjeblieft niet doodmaken. Ik wil graag bij je in de buurt blijven, oké? Don't kill me. Don't do it. I will be your friend. Ik bescherm je. Met mijn mes die ik hier op de grond heb liggen. Oh, Rick, waar ga je nou naartoe? Nee, kom. Hij vertrouwt me niet. Nee, dat snap ik. Ik loop nooit met Rick. Maar ik wil zo graag een keertje gewoon gezellig met iemand zijn. In plaats van altijd zo in mijn eentje. Ik wil niet altijd zo in mijn eentje zijn. Ja, Rick. Bob de Bauer. Blijf bij mij. Ik wil graag bij je blijven. Niet denken dat ik hier... Kijk hier, ik ga een taak voor je doen. Kijk, zie. Dan weet je dat ik je niet doodmaak. Ik wil graag dat je voor me gaat foutje zometeen. Omdat je dan gaat zeggen... Ja, zij is safe. Ja, precies dat. Dat hoop ik. Hey! Ja. Net toen de lichten uitgingen, ging ze dood. Oh, Febe dan. Ja, Febe.
Ja, mag ik mijn verhaal doen? Speed. Ja. Oké. Okay. ik was aan het proberen om Rick mijn vertrouwen te laten winnen. Maar volgens mij vindt hij me daardoor mega sus. Maar goed, maakt verder niet uit. Ik zat te kijken hoe hij die kennis er zat te vullen. En toen was ik even aan het wachten. En toen was ik wat aan het rondlopen. En toen vond ik onder in die andere O2-kamer, is dat boiler room of zo? Daar lag Febe dood. Oké, okay, dus die stuur, die roer. Ja, dingen. Met die piratenstuur inderdaad. Oké, okay, dus als ik sowieso niet, want die heb ik gestalkt de hele tijd, sorry. Als ik het even kan samenvatten, dan zeg je dus eigenlijk, ik volgde de hele tijd Rick. Rick vindt me sowieso zus. Daarna volgde ik hem, toen staarde ik vet creepy naar hem terwijl hij een task aan het doen was. Ja, klopt. En daarna ging ik gewoon randomly in mijn eentje rondjes lopen, nog steeds geen task te doen. En toen vond ik opeens een body. Ik heb wel een paar tests gedaan. Nee, het is geen zelfgeboord, want het is lag er al een tijdje. Ja. Oké, okay. Okay, well, I'm just saying. En Rick heeft me, ik kwam van Leids vandaan. Maar nee, ik ben het sowieso niet. Maar ik weet ook niet wie het wel is. Ik weet in ieder geval dat Rick het niet was, want die heb ik de hele tijd gezien. Dus daar kan ik wel voor foutje. Okay. Ik vond je niet heel erg zus hoor, want je had al een paar kansen gehad om het te killen. Ja, en ik zat ook heel de tijd, ik wil graag iemand die voor me kan foutje en ik wil niet weer meteen als allereerste dood. Dus... Wie heeft de lichten gefixt? Ja, we waren daar met vier of zo. Rob, nee, Rick, ik. Roos, er was al iemand die heeft het gefixt en Kreetje en Rick kwamen later pas aan. Want ik was daar met downloads aan het doen boven. Kwam er iemand van links? En met Rob liepen wij vanaf Laboratory die kant op. Nee, niet dat ik weet. Ik heb Roos, die stond er al. Kreetje en Rick, die kwamen met mij aan. Je bent stil. Weet ik. Dat betekent meestal dat je niet de imposter bent. Roos? Witch doctor. ja, ik was die download aan het doen boven Electrical en ik liep vanuit daar zeg maar naar dingen. Maar ik heb even snel een vraag. Hoe moet die task naast de upload in Communications? Wat moet ik daar doen? Ik snap het echt niet. Ik had het net ook gedaan. Je moet hem uitzetten. Gewoon dan een moet nee, je moet hem eerst uitzetten, dan moet je een minuutje wachten. Net als die met net als die is stemmen. Simpel. Stemmen. Ik skip. Ja, skippen. Ja, skip. Nee. Yo. Oh, je stemt op mij. Oh my god, hi. Oh, wie heeft er gestemd op Rick? Rick is sowieso niet. Aangeef niet. Iemand zegt, sinds wanneer heb je hier een microfoon zitten? Ja, die zit hier altijd al. Kijk, die kan je eruit doen. En die kan je ook gebruiken. Maar die klinkt niet zo mooi als deze microfoon. Dus daarom gebruik ik deze nooit. En die kan je er gewoon weer inschuiven. Dus, maar die zit er altijd al. Kijk maar. Zit gewoon hier. Heel klein. Oké. Okay. Eens even kijken. Waar is Rick? Rick, nee! Ja, oh ja, daar is hij. Oké, gelukkig. Ik blijf bij je de hele tijd. Want ik wil niet in mijn eentje zijn vandaag. Ik moet hier helemaal niet wezen. Ik moet outside. Even kijken hoor. Ik blijf bij mij de buurt. Ik blijf samen met Rick. Kom Rick, let's go. Kom. Oh ja, hij volgt mij ook. Ja, zo gezellig. Dat doen we echt nooit. Samen dit doen. Nee, we gaan er naartoe. Laat me niet alleen. Je moet altijd je vrouw beschermen. Regel nummer 1. Altijd. Tenzij ik imposter ben, want dan maak ik je dood. Oké, okay, outside. Oh, die moet ik ook doen. Oh nee, ik haat deze. Was Rick, hè? Nee, Rick gaan we niet doodmaken. Waar is hij nou? Rick? Rick? Oh, hier. Oh, hij doet echt dezelfde ding. Ik moet een specimen room. Kom. Dan ga ik echt niet in mijn eentje naartoe. Oh, gaat echt met me mee. Zo gezellig. Let's go. Oeh. Oeh. Is het slim? Is het slim? Gaan we hier dood? Ay, shit. We gaan dood. Dit wordt vast een double kill, of niet? Oeh, die is snel gefixt. Oh, waar is Rick? Waar is Rick? Rick. Rick. Waar ben je nou? Nee. Oh. Jongens, ik vind vandaag echt iedereen zo ontzettend eng. Ga weg. Ga weg. Laat me gewoon mijn upload doen, dan ben ik klaar. Ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Ik ga niet dood. Yes. Oh, had ik... Nou. Had ik de laatste taak. Oké, dit was onmogelijk. Wie was het? Roel en Attica? Ja. Nee, ik niet. Saar. Oh, Saar. Ja, ik kom er gelijk de eerste ronde uit. Ja, oh, dat is super moeilijk. Ja, dat is super moeilijk. Ja, en dan moet je het in je eentje doen. Ja, dat is echt niet te doen. Ja, dat is niet te doen. Nee. Nee, dat is echt heel lastig. Ja. Wie meer?
Jammer. En tegen 8. Dus nee. Ja, en dan ging ik ook nog inderdaad, gingen we al heel snel allemaal bij elkaar klikken en zo. En dan maakte het nog moeilijker altijd. Ja, precies. Mm-hmm. We missen nog één iemand. Ja, ik zat ook al te kijken. Ja, ik ben aan Sarah. Ja. Oh ja, yeah. Yeah. Welkom back. Oké, okay, voor de volgende keer, Saar. Die kies iedereen of niemand. Oh my god. Dat wist ik niet. Ik was er met Saar. En ik zag Saar zo naar boven gaan. En ik dacht, nee, niet doen. Ik hoop dat iemand het ziet, maar Kitta stond daar, Rob stond daar. Oh nee. Ik wilde jou zelf, want ik was jou de hele tijd aan het volgen om te kijken waar je heen ging en zo. Ik dacht, oké, dan kan ik lights uitzetten. Dan kun jij makkelijk iedereen killen, maar jij ventte echt van de ene plek naar de andere plek. Ik dacht gewoon in de vent schuilen, ik heb het hopelijk. Gewoon niet te doen. Hebben we tijd voor een plaspauze? Oh, ja, oh, dat vind ik wel een goed idee eigenlijk. Oh, ja. Oh, oké, we hebben even een pauze. We zijn zo meteen weer terug. Ja. Tot zo! Ik ben zo terug, jongens. Ik moet... Daar zijn we weer. Oké. Okay. Ja, volgens mij, dat was Roel, hè? Oh, dat was Roel. Ja, dat was ik. Oh, Rob is er nog niet. Rob is ik ben geen Rob. Oh, Rob is ook nog aan... Jij was ook aan plassen, Roel. Ja. Oh, ja, dat moet ook gebeuren. Ja. Rick had een hele korte plas, die was heel snel klaar. Maar Rob is nog bezig. Rob!
plassen we een beetje door. Oh ja, ik heb trouwens, voordat Rob terugkomt... Kijk, ik heb stiekem zijn outfit gejat. Maar dat weet hij niet. Kijk, want ik zit hier achter verstopt. Dus ik druk straks gewoon snel op start. Hey Rob! Hallo! Hallo! Oh, wat leuk dat je terug bent! Oh, yes. Oh jongens. Nou, ga ik hem snel starten hoor, want mensen zaten alweer start, start. Ja. Oh jongens, sorry. Ik moest ook even een cracker maken, maar ik heb dit wel allemaal kunnen filmen. Ik heb dit wel allemaal kunnen filmen, dus het gaat sowieso een leuk filmpje worden dit. Oh nee. Oh jongens. Okay, sorry, ja, snel. Start hem snel. Ja, ik start hem snel. Succes! Yo! Succes! Hey, collega! Nee! Wanneer word ik nou toch een keertje imposter? Jongen. Het schiet niet op. Het gaat gewoon... Volgende potje word ik imposter. Let maar op. Dit potje blijf ik vooral leven, want ik ben nu de collega van Rob. We wisselen echt zo van taak, Roos en ik. Oké, ik denk dat Roos wel oké is. Roos die heeft niet echt iets gedaan. Ik denk dat Roos wel oké is. Ja, waarom zijn hier alle deuren dicht? Alle deuren zijn dicht. Roel is altijd de deurenman. Oh, nu wordt Koms ook nog gesaboteerd. Hallo, collega. Zou die blij zijn met mijn outfit? Oh, is hij al gefixt? Oké, ga ik deze op doen. Gefixt. Hey, dankjewel Xian. Lief. Download data zit hier, hè? Yes. Oh, ik schrok er helemaal van. Oeh, was een spaceman. Maar niemand was er. Spaceman! Wat is het dan? Ik ben de enige! Het is een spaceman! Wat is het dan? Oh, the body is in space! Specimen. Het klonk mooi. Specimen. Spaceman. Is niet erg. Ja. Oh, spaceman vind ik het top. Arme Meli ging dood in spaceman. Heb je een ander lichaam? Nee. VB is gedisconnect. Oh, shit. No. Rick, heb je mij met Basecamp zien doen? Oh, en ik heb jou met Basecamp zien doen. Ik wilde wel zeggen dat Roos wel safe was, maar ja, goed, die is dood, dus. Attica is sowieso safe, want ik moest op haar wachten bij de met Basecamp. Ik was heel met Rob uiteindelijk, en Rob heeft me ook niks gedaan, dus dat ging ook wel oké. Nee, wij waren wel gewoon met z'n tweeën lekker die dokters aan het zijn. Ja, met waren met super onze erg aan het collega aan het zijn. Lekker, ja hoor. Ja, ik mis alleen goeie een outfit. Andere dokter. Goeie outfit, wel een goeie outfit. Ja, nice. Ik stond in dropship, want ik was op de wc. Was je nog steeds? Oh. Ik zat op mijn telefoon. Oh, je was nog steeds op de wc. Oh. Oh, sorry. Ik was echt van, oh, zij begonnen zonder mij. Oh, het spijt me, Ik ben blij dat ik niet dood ben. Oké, ik denk dat Kitta het is dan. Twee doden en je nee, er zijn, ik wou net zeggen, er zijn twee doden en vier is gedisconnect, wat waarschijnlijk ook gedaan is door de imposter. Roel, en de deuren waren heel veel dicht, Roel. Ja, was bizar. Ja, Roel, ja, hoor, daar gaan we weer. Sowieso, alle deuren waren dicht. Ja, alle deuren waren dicht. Luister. Ik had het vanmiddag, of was het gisteren, of vanmiddag had ik het met Marissa over. Niemand die disabled ooit, komt. Nooit. Echt, dat heb ik in al die potjes dat wij met elkaar hebben gespeeld hier, nog nooit meegemaakt. Nee, maar hier, bij bonus doen ze het wel vaker, maar bij skills nooit. Heel toevallig dat het dan nu ineens wel gebeurt. Nee, ik zou willen dat ik imposter word, maar het wordt me vanavond niet gegund. Helaas. Oh, ze wordt alweer gestemd. Ik heb niks gestemd, het spijt me. Oh, wow. Ik was te laat. Wie staat er nou bij? Wie staat op Kitta? De wc. De toilet. De toilet killer. Oké, ik ga met mijn collega's blijven. Als wij zo in elkaar gaan staan, dan zie je ons niet eens meer. Ja, ik heb hier niet zoveel te doen. Want ik heb hier geen taken. Kom mee naar laboratory, collega's. Kom! Mijn dokters. Oh, Rob heeft een mega lange download. Oeh.
Ik schrok helemaal van de donatie. Dankjewel, Xian. Van het geluid schrok ik helemaal van. Ga maar even met me mee. Ik moet eventjes hier record temperature ding doen. Ik moet niet naar Spaceman. Gelukkig. Jezus, deze deed lang zeg. Jongen, jongen, jongen. Hé? Nou, mijn collega's er vandoor. Oh. En Spaceman. Ja, ik liep samen met Jenna. Spaceman. Spaceman. Saar ging dood in Spaceman. We hebben wel een Spaceman killer dus. Wat? Ik ben de hele tijd met Rob geweest trouwens. Dus ik denk dat Rob safe is. Nou, je weet wat het is. Ik en Kitta liepen naar Specimen Room. En wij... Ja, Specimen, sorry. En wij zagen... wij hoorden dat iemand van de andere deur kwam, geloof ik. Hoorde jij dat ook, Kitta? Ja, dat zag ik, want ik kon de deur niet open doen. Ja, wij konden de deur niet open doen. Maar diegene die hoorde ons waarschijnlijk aankomen. Dus die is van de andere kant uit Specimen gegaan. Waar kwamen jullie Specimen in dan? Bij Office daar. Oké, ja, want Rob en ik waren boven in Laboratory. Maar ik heb boven niemand gezien die daarheen ging. Ik ben wel Rob kwijtgeraakt. Ik moet wel zeggen, zeg maar Krejcik, die doet nu net alsof we helemaal zo'n team zijn of zo. Ik ben gewoon constant creepily gevolgd door Krejcik. Ja, maar ik dacht, jij bent mijn collega. creepy. Mensen die voor mijn foutje, want ik ga de hele tijd gewoon naar. Ze staart echt naar zo'n... Ik moet kijken of mijn collega toch zijn werk goed uitvoert. Ja, precies. Je bent zo'n verschrikkelijke supervisor die over mijn schouder heen. Ja, en dat ze lekker op je vingers kijkt hoe jij je werk zit te doen. En je denkt, niet goed, want je was in één keer Maar Rob, ging jij naar Spaceman? Nee, Krejcik en ik waren bijna de hele tijd bij elkaar. Het kan zij niet zijn geweest. Dus dan moet het Roel zijn. Ja, ik vind wel dat je de hele tijd te denken bij me zit te teamen en zo. Ja, dan moet het inderdaad Roel wel zijn geweest. Want ik weet zeker dat Attica het niet is. Ik stem nog een keertje op Roel. Ik stem ook op Roel. Ik heb dit dan keer gestemd, stem ik nu ook op Roel. Ik red dat toch niet in mijn eentje? Nee, daarom doe ik het samen met Attica. We gaan het ook zo langzaam. Ja, we willen het één nou uit. Attica is niet al die deuren niet dicht moeten doen. Ah, hoezo ben ik niks? Weet ik niks van dat ik terug ben. Oh, we hebben al gewonnen. Ja. Ik was met Febe samen. Oh, ja, Febe ja, ze appte me net dat ze werd gedisconnect terwijl ze imposter was. Oh, nee. Oh, poor Febe. Tijn, ik vond en natuurlijk deed ik de deuren dicht, hè? Ja, Roel, dat moet je nooit meer doen, hoor. Jij moet nee, ik ga dat ook niet meer doen. Want ik zat dan meteen, hé, alle deuren zijn dicht, Roel. Echt gewoon instant. Ja, dat valt toch wel te veel op, eigenlijk. Ik doe dat ook bijna nooit, die deuren. Dus nee, dat... niemand doet dat, behalve ik. Ja, blijkbaar. Dus dat valt dan echt op. Ik doe het heel soms als ik al dood ben. Als imposter. Ja, ik probeer vaak iets met die deuren, maar nee, van tikken sta ik aan de verkeerde kant. Dus. Maar de laatste tijd ga ik er zo vaak meteen uit dat ik gewoon niet meer de kans krijg om de deuren dicht te doen. Nee, ja, dat ken ik. Gewoon snel vluchten. Maar en toen ik in botten was ik samen met Rob. Dus dan ga ik expres niet met de deuren doen, natuurlijk. Zeg Rob, vind je het leuk om een collega te hebben? Vind je me een fijne collega? Ik vind je wel een fijne collega. Oké, dan hou ik dit nog eventjes aan. En dan druk ik op start. Nee, er zijn er meer. Ja, Rick, start. Was dat in. Oh nee, oh Rick. Nee, ik wou nog het hoedje doen. Start. No. Oh no. Jongens. Nu ben ik een echte dokter. Ik denk dat ik weer in die loop zit waar ik laatst ook in zat. Waarom staat Attica daar? Ik denk dat ik weer in die loop zit waar ik laatst ook in zat. En dat, toen was ik echt gewoon 3 hele livestreams achter elkaar. Echt gewoon steeds geen imposter. Dat duurde echt super lang. Ik ga dat best lang. Maar... Ik hoop het wel hoor, want ik heb wel zin in impostenpotjes. En niet dat het alleen bij die slechte eerste weer blijft. Dus we stoppen pas als ik weer imposter ben. Eerder niet. Oh nee, dit lange ding. Er is niemand nog. Die klinkt echt lelijk. Oh shit. Rick en Febe komen eraan. Ik ga snel weg. Rick en Febe laat ik achter in Specimen. Ja, als er iemand dood is, dan weten we dat Rick en Febe waren in Specimen. Oh, ik heb een scan. Oh, handig. Die ga ik even bewaren voor zometeen. Ik ga swipekarten. Ik heb in ieder geval mijn Specimen taken gedaan, dus daar hoef ik niet meer naartoe. Dat scheelt. Nice, lekker. In één keer. Hoppa. Gaat goed. Gaat nu goed. Even die noot nog even doen. Ik voel me wel echt een Rob trouwens, zo met deze outfit.
Oh, lichten. Waar is nu weer iemand dood? Ben ik nou als eerste hier? Pixel, jongens. Oh. Ik dacht dat ik dood ging. Ik wou eigenlijk zeggen, Saar is wel safe, maar Saar is dood. Dit klinkt waarschijnlijk heel sus wat ik nu ga zeggen. Maar ik liep met Saar naar O2 daar. Ik ging daar die boom doen. Zij stond daar aan de download of de upload. Ik weet niet wat dat is, maar daar aan de zijkant helemaal te doen. Ja. Ik loop, de licht ging uit. Saar blijft daar staan. Ik denk, nou, Saar is wel safe. Loop ik naar boven. Fix ik, of ja, ik heb hem niet gefixt, maar ik liep aan en toen was hij zeg maar gefixt. De light. En ik dacht, ik loop even terug van even te kijken, want als er nu iemand anders dood is, dan weet ik zeker dat Saar is. Zo zat ik eigenlijk te kijken, zeg maar. En toen loop ik terug en Saar ligt daar dood. Hm. Ja, dat is waarschijnlijk een fankill dan, denk ik. Bij de boom. Gewoon naar auto is gefant en dan weer... Waar gaat die vent heen? Naar buiten? Naar buiten onder electrical en recht boven security. Maar zit er een vent bij die download? Ja, echt naast de boom. Nee, maar ik bedoel... Oh, dan was het wiring, denk ik. Maar, want ik stond bij de boom. Saar stond zeg maar in dat hoekje daar. Zeg maar niet bij die download. Dan was het een wiring task. Sorry, dan heb ik het verkeerd. Maar, en dan... Ik liep zeg maar vanuit de boom. Ja, dus er lag echt in dat halletje gewoon, zeg maar. Ja, zeg maar waar je normaal dan wel... Volgens mij daar vuil naar beneden, zeg maar daar boven, helemaal in dat hoekje. Tegen die rand. Oké, ik zag inderdaad... Fijn uit te leggen, maar... Ik stond inderdaad bij lights. Toen ik erheen ging, toen was er nog niemand. Dus toen ging ik lights fixen. En toen ik klaar was met lights fixen, toen zag ik dat er in één keer 4 mensen waren. Ja. En dat was volgens mij Rob. Ik liep met jou mee, want ik had jou gevonden terwijl je daarheen liep. Oh, ik zag je voorbij, ik zag je voorbij rennen in het rondje. Donker. Dus heel weinig. Het was heel donker. Ik was ook richting lights aan het lopen, dus ik denk, ik loop mee. Oké. En je kwam net uit de vent, of niet? Ja, yeah, sure. Ik heb mijn collega wel weinig gezien hoor, mensen. Het is wel een beetje... Ja, vanaf lights kon ik eigenlijk met je mee, want daarvoor liep je de hele tijd weg. Ja, oké. Nou ja, ik was op zoek naar Attica. Ik heb niet gestemd. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee, hoor. Ik heb skip gedaan. Ik heb ook skip gedaan. Ik heb ook geen idee. Ik heb ook geen idee. Oh, mensen, ik ga jullie ondertussen echt een verhaal vertellen hier. Ik heb hier verwarming staan. En ik dacht dus dat het goed... Nee, vertel. Ik wil het horen. Ik zit er heel één. Vertel. Ik heb hier dus mijn verwarming staan. En ik dacht dat het een goed idee was om mijn schoenen erop te gaan zetten. En nu zijn dus de onderkant van mijn schoenen helemaal gesmolten. Nee. Oh, dat is echt heel erg. Oh. Toevallig nog nodig voor een sponsor video. Oh, wat erg dit. Nou, tot zover de verhalen van Saar. Die blijkbaar niet gemute was. Oké, we gaan naar de reactor rennen. Als ik nog op tijd ben. Oh, ik zie Meli al die kant op gaan. Dus blijkbaar is er links al iemand. Wow, iedereen staat hier. Zeker dat hier iemand imposter moet zijn. Ik heb scan. Maar nee, niet Roel. Nee, help er nou niet Roel. Echt niet dat ik met Roel meega. Ja, hij lag bij zeg maar de linker reactor. Daar zeg maar, als je daar weer naar beneden loopt, zeg maar. Want ik wou naar electrical lopen. En toen, om daar boven zo'n wiring test te doen, zag ik Kitta daar boven dood liggen. Dus toen ben ik zo omhoog gelopen om daar die body te gaan reporten. Oh, bij dat bij de reactor. Dus ja, precies daar waar je er hebt gekild. Ik stond daar samen met Kitta, maar Kitta bleef daar staan, dus ik wist niet helemaal precies waarom. Maar ik denk van, ik ga maar weg, want ik wil niet dat ze me dood maakt. Maar dus ik ben daarna weggegaan. Wie waren er nog meer? Alleen Kitta, jij en Roos. Rick, ik stond daar alleen met Kitta. We stonden daar met de tweeën. Maar... Ik geef zo antwoord, Roos. No. Maar, zeg maar, er is daar ook een vent. True. Okay. Toch? Maar waar gaat die heen?
weet niet, moet jij weten, Rob. Jij ging erin. Nee, ik weet niet waar die heen gaat. Nee, omdat... maar... Oké, okay. Nou wat is, ja, zeg maar, je kan een heleboel mensen wegstrepen, want rechts waren er echt superveel. Ja, rechts en ik zat Roel, nog te schreeuwen. Roos. Ik zat, liep nog te schreeuwen van, waarom ja, duurt het zo lang? Ik stond echt zo lang bij rechts. Ik stond daar echt ja, heel ja, lang. Roos was daar, ik zag Roel ja. was daar. Ik was ik daar. Ik was daar ook. Ik zag echt al, ik zei nog tegen mijn stream, hier moet sowieso één imposter tussen staan. Kan gewoon bijna niet anders. Ja, maar... ik stond daar als allereerst en ik had zo dat ding in mijn beeld en ik zie groen eraan lopen. Ik zag rood eraan lopen, ik zag groen of blauw komen. Ik denk, gaat er ook nog niet van naar de andere kant op? Ja, maar ik zag al Meli vanaf links wegrennen. Dus ik dacht, oh, nou, links zal er dus al iemand zijn. Ik loop wel gewoon een beetje achter Meli aan, dan waarschijnlijk nutteloos. Maar ja. Een Fiep? Dus zoveel Fiep... mensen en dan wilde ik wel naar links. Maar ik was in de Fiep? En ik heb al mijn tasks al af. Waar was je? Ik was rechts. Ik heb trouwens scan. Alleen. Heeft iemand Febe gezien? Nee, ik heb Febe nu niet gezien, maar de eerste... Ja, Rick en Febe zijn samen naar Specimen gegaan in het begin. En daar is niemand dood gegaan. Oké. Okay. Op wie... Oké. Okay. Ja, ik heb geskipt. Ja, ik weet het niet. Oh. Op één lijn. Lekker verdeeld. Ik heb scan. Wil er iemand met me mee? Ik heb scan. Ik weet niet of ik scan heb. Ja, maar dus ik ga wel mee. De dokter gaat mee met de dokter. Oh nee, niet Rob. Maar mijn Febe gaat ook mee, maar Rob vertrouw ik niet. Als een dokter meegaat met een dokter. Ik heb scan. Jullie kunnen allemaal kijken hoe ik scan heb. Maak me niet dood op de scan, alsjeblieft. Kijk ze allemaal kijken. Dit zien ze niet, want we hebben visuals uitstaan. Nee! Wie laat ik hier achter? Rob, Roel en Meli. Oh, het is al gefixt. Nice. Nice, 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 nice. Oké, ik moet alleen nog deze doen. Dan heb ik allemaal taken gedaan. Hoppa, I'm done. Oh. Maar er is nog iemand. Oké, okay, het waren Meli. Ik zag Meli naast... even kijken. Dat was echt bizar. En ik... Oh shit, wie zag nou die andere kill maken? Ja, Rob. Rob sowieso. Rob, moet erop zijn. Rob ja. en Meli. Sowieso, ik was daar ja, want Febe, jij bent daar voor het laatst weggelopen. Dus ja, jij... Ja. Niet, maar ik zag iemand de kill maken, dus jij kan sowieso niet. Maar dan is het... Okay. Meli is het sowieso, okay. Want die stond naast een body. Ik kom daar aanlopen. Okay. Nou, ik kwam er net aanlopen en ik wilde body nee, dat kan niet. Nee, jij kwam daar niet aan. Want ik kon wel licht. Ik kwam er wel aanlopen. Ik weet niet wat je aan het zeggen bent. Okay, ik heb op Meli gestemd. Ja, ik kom van... Rick, luister. Ik kom van licht af. Ik kom van licht af, ik zeg maar, ik ga naar laboratory daar volgens mij, ja. Ging ik, kom ik Febe tegen, ik kwam daar aflopen, nou, ik denk, Rob, ga even kijken. Ik dacht, ga even kijken. Op wie heeft iedereen gestemd? Op Meli. Op Meli. Kom ik aanlopen, ja, ik zie dood. Ik Meli naast een blauw lichaam staan. Dus ik denk, klik op de reportknop. En precies omdat ik op de reportknop klik, zie ik Rob. Zij ja, dat Rob is niet zeker, maar Rob. Altijd Rob en Meli, altijd samen. Want Febe was daar ook voor daad. Ik vind het een mooi verhaal, Roos. Ik geloof je eigenlijk meteen al, hoor. Dat je zei, het is Meli, toen had ik al zoiets, oké. Een foot. Ja, ik ben al klaar met mijn taken. Druk alsjeblieft op die knop. Roos, die staat al klaar bij die knop. Ja. Ja, jullie moeten hem wel resetten. Je hebt geen keus. Jullie moeten wel. Gaat er sowieso één dood, waarschijnlijk. Rick, vertrouw Rob alsjeblieft niet. Rob is niet te vertrouwen. Ga weg bij Rob. Kom, hup, 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 hup. Oh, wat doe je nou? Ik zei nog zo, hij is niet te vertrouwen. Arme Rick. Rick, ik riep nog. Ga weg bij Rob. Ah, toch gewonnen, hè? Oh my god. Oh, dat is gewonnen, jongen. Yes. Oh, hoe kom je hier Wist mee? Oh, lekker. Zei het nog. Oh, zo mooi. Rob, die zei al. Ja, de dokter gaat met de dokter mee. En dokter toen daarna mute, ik echt zo... Ik vind het niet fijn. Ik wil niet dat die dokter met me meegaat. Ik vertrouw Rob niet. Ik had ook al op jou gestemd. Met hoeveel mensen waren er? Ja, vijf. We waren met z'n vijf. En daarom snapte ik ook niet wat er gebeurde. Ik denk, nee, jullie... Jullie waren daar met z'n vieren, maar ik kwam net aanlopen. En ik kwam aanlopen,
toen leefde Crea nog, zeg maar. En, dus ik kom daar aanlopen. Ik zie Meli daar staan en ik denk, wat gebeurt hier? En meteen gaat Crea dood. Maar ik zag dus niet wie het deed. Dus, maar toen zei Faber zo van, ja, het is Robosker. Ja, het was meer zo. Ik dacht gewoon, Meli wilt een dubbelkill doen. En ik zie er de kill maken. En ook, ik zie opeens Creachick en jou. En ik dacht echt, ja, shit. Ja, kut. Dat zijn te veel mensen. Dat je nog dus maar ik moest iets doen. Want ik dacht van, ja, anders zijn er twee. Anders zijn er veel te veel levende mensen. Dus ik denk, ik maak gewoon een kill van iemand. En dan zie ik het wel. Ik zag Rick ook echt zo dicht bij Rob in de buurt blijven. Ik dacht, doe het niet. Ga weg. Nee. Ik ging juist echt de hele tijd vet ver bij hem vandaan. En daarom was het ook voor mij een verrassing dat ik ineens gekild werd. Dus ik had... Bij mij stond ik echt in je. Ja, bij mij stond hij ook echt... Het was echt zo van... Rob, hier ben ik. Rob, hallo. Rob, ja, nee, zie je mij? Ik ging juist Rob, blijf in de buurt. Kill me. Dood me. Rob. Ja, ik dacht ook op een gegeven moment... waarom loop je... Volgende keer host ik onze eigen server. Dan hebben we dit gezeur niet meer. Oké, goed. Dit gebeurt me te vaak. Dat ze denken dat mensen venten en... Ja. Maar dat maakt het ook wel leuk. Oké. Dat maakt het daardoor ook wel heel verrassend. Oké, wil iedereen nog een potje? Jazeker. Ja, zeker. Willen we nog steeds bonus, nou, of zeggen we weer een andere map? Ik wil... Ik doe nog één potje mee dan. Ik doe ook nog eentje mee. Okay. Nog één. Ja. Ik ook dan. Yes. Oké, dan doe ik gewoon hier dan. Een speciale pakker vooraan, hoor. Ja, ik wil ook niet meer Rob's collega zijn. Ik wil nooit meer dokter zijn. John, I did it. Nee, laatste potje. Oh, ben ik maar één keer imposter geweest. En alleen die stomme eerste potje waarin ik ook het gewoon stom deed. Omdat ik er nog helemaal niet in zat. Oh, wat stom. Jammer. Nou, dan weten we voor de volgende keer. Dan moet het wel anders gaan, toch? Want ik heb hier helemaal niks, jongens. Ik heb hier helemaal niks. Ik ga naar office. Het is ook altijd zo opletten als je crewmate bent. Het is af en toe om imposter te zijn. Het is ook gewoon lekker spannend. Ik vind het altijd wel leuk om imposter te zijn. Ik vind af en toe crewmate ook niet erg. Ik hoef niet de hele tijd imposter te wezen. Maar de hele avond imposter en die avond daarna ook weer. En dat duurt me dan te lang, hoor. Jammer dat je daar geen controle over hebt. Meli, die komt hier vandaan. Ik zie niet echt nog iets. Ik hoef alleen deze hier te doen. Oh nee, ik heb ook download. Ook in specimen. Oh, ben ik blij dat ik dat nog zag. Niet, alsjeblieft niet een body reporter, want dan moet ik weer hier naartoe. Niet doen. Thank you. Nou ja, heel weinig dus, sorry. Ja, jammer hè. Ah, mijn crewmate potjes zijn ook leuk. De rest doet het allemaal veel beter als imposter. Oh! Oké, ik was die deur niet. Gewoon, Luca. Ik ga twee keer in zo'n klein kamertje en twee keer gaan de deuren dicht. Ik stap in storage, deuren dicht. Ik ga in weapons, deuren dicht. Oei. Ik was het niet. Nee, precies. Nee, ik denk niet dat je dat nu weer zou doen. Nee, ik ga er nooit meer aan zitten, nee. De body lag in waar we nu staan, zeg maar. En dan bij de waterfles. Oké, denk ik boven. Ja, O2 dus. Waterfles. Linksonder. Ja, die je moet hervullen. Linksboven. Ja, die tweede deel is bij de knop. Is dat de viool? Oh, oké. Okay. Wil je de viool? Nee, ze bedoelt de waterfles. Maar daar lag Febe. Daar lag Febe, die moet je vullen. Ja, maar dat is toch bij O2? Of ben ik nou dom? Nee, er zit er ook eentje. Ja, tweede deel is eentje eronder, toch? Letterlijk waar we nu zitten, in die meeting room. Ja, in de meeting room. Met de grote rode knop. Waar ik niet vanaf kan blijven. Ik zag het lichaam liggen op cams. En ik zag niet wie hem had gedaan. Oké. Wat een beetje jammer. Verhaal. Ik zag wel dat er drie mensen bij office stonden. Roel, Rob en nog iemand? Ik kwam Meli tegen in Specimen Room. Dat is best wel de andere kant op dan, denk ik. Ja, heb ik jou gezien? Ging ik er net in. Ik ben er ook al geweest. Ik was er met Roel. En ik ben daarna, ik heb één task gedaan en ben er even weggegaan. Ik heb Roel ook even heel veel gezien bij die boarding pass. Verder heb ik niemand echt veel gezien. Okay, ik heb net deze scan, jongens. Oh, wie zegt dat? Meli? Ik. Ik? Oké. Ja, Groen zegt dat. Ja, Groen. Dankjewel, Lisanne. Heb jij het ook dan?
Een superleuke stream. Ah, oh, gelukkig. Daar ben ik blij om. Bye bye. No, Fiep! Oh, Fiep! Oh. Oh, we lost. Dus loopt iemand met mij mee dan? Ja, ja, ja. Ik loop met je mee. Oké, okay, top. Ik loop ook wel mee. Oké. Ik durf niet. Dat snap ik. Oké, okay, ga met Meli mee. Oh, Meli is ook een dokter geworden. Iedereen is dokter. Oh jee, deuren dicht. Ik heb geen scan. Ik moet wel in laboratory wezen, dus ik moet toch al die kant op. Al die deuren. Ja, ik heb geen scan, dus ik kan er verder niet zoveel mee. Maar ik denk dat ze wel gewoon echt een scan deed. Ik vertrouw er. Meli neemt die. Roos en Kitta zijn daar ook. Dankjewel, Luca. Even kijken of hier iemand dood achtergebleven is. Nope. De kitten dacht hetzelfde. Even checken hoor. Even kijken of er niemand dood is. Zo. Waarom zijn hier nou weer de deuren dicht? Ja, ik ga upload doen. Saar, don't kill me. Nou, jullie denken allemaal dat het Rob weer is? Nee, toch? Dan heeft hij echt zoveel imposter. Wie heeft me hier ingesloten? Laat me eruit. Hallo? Oh, Meli is dood. De body ligt... buiten Rockets. Oh, maar dat was het geluid dat ik hoorde. Meli schreeuwde. Oh. Ik was heel bang. Ja, ik hoorde, in mijn eentje. Opeens. In specimen in het donker. Ik vond het niet leuk. Oh. Dat is heel verschrikkelijk. In specimen is sowieso... Of specimen. Spaceman is sowieso verschrikkelijk. Weet je hoe groot een leegte daar is in space, man? Nou, het is sowieso zo al die gangetjes door. Dit zo lang voordat je daar ook weer weg bent. Maar ja, daar dacht ik wel toch, ging naar Electrical toe, maar jij stond aan de andere kant van de deur. Toch? Ik? Kreatjik. Oh, dat zei ik. Oh, jij deed net op het einde. Ik was naar de reactor even gegaan om te kijken of daar nog een dode body lag, maar er lag niks. Toen zag ik Kitta daarna naar de reactor lopen, waarschijnlijk om hetzelfde te doen. Een dode body. Ik ben inderdaad door die deuren naar Electrical gegaan in net en volgens mij was ik nu bij O2 ongeveer. Wie was er bij de rechter? Ik weet niet heel erg meer zeker. Wie was bij de rechter? Nee, ik was upload aan het doen met Saar in web in communications nu. Wat? Ja, nee. De rechter wat? Jawel toch? De rechter, oh jongens, ik word moe. Ik weet het niet meer. Ik haal nu alles door elkaar. Ik was ergens. Okay, ik heb niks gedaan. Dat is heel sus. Ik was met iemand gezien. Ja, maar ik was wel in communications. Ik ben meteen die, naar links aan het doen. Jij was daar toen ook, want ik zei nog Saar, don't kill me. Maar... misschien was dat net wel de vorige ronde. I don't know. Ik weet niet meer. Ik ben moe. Ik weet niet. Ja, want toen ik de download aan het doen. Kom door de cola. Doen in weapons, ja, steeds, cola kicks in. En weer zat ik opgesloten in weapons. Ik vond het echt heel eng. En toen dacht ik van, ik ga naar upload doen. Maar ik durfde het niet. Want s'avonds stond daar in de eentje. Ik dacht, daar ga ik dood. Dat was het, Saar. Het was voordat die lights out gingen. Toen was jij in weapons. Toen was ik daar ook. En jij was weggegaan. En toen was ik opgesloten in weapons. Maar dat was nog voordat de lights uitgingen. Bedoel je, of niet? Communications, ja. Want ik stond in weapons, ik denk dat kan niet. Wat stemmen we, jongens? Ja, sorry, je hebt echt niks aan mijn verhaal. Ik maak het alleen maar erger. Ja, eigenlijk wel. Ja, het is echt waar een rotzooi van. Ik stem op Roos. Nee, ik heb geen idee. Ik skip. Waarom? Ik skip hem. Nee, joh, ik heb geen idee. Ik weet echt niet. Je was er nou niet bij de... oh, somebody voted for me. Bij de lichten. Ja, ik was daar niet, want ik stond in mijn eentje eng in specimen. Ah... nou jongens, okay, jullie hebben helemaal niks aan mij. Ik ben echt blijkbaar niet zo heel goed meer aan het opletten. Het komt omdat ik gewoon lang crewmate ben. Dan uiteindelijk ben ik moe van al die dingen onthouden. Oh. En waar al die mensen zijn en wat iedereen aan het doen is. En... oh man. Oké, dit is mijn laatste. Ik heb in ieder geval al mijn taken gedaan, dus het maakt nu niet meer uit als ik doodga.
Laten we gewoon kijken of Rob die gaat naar... De lichten zijn uit. Oké, okay, Rob en Rick die zijn naar Spaceman. Dus ik ga wel eventjes de lichten fixen. Oh. Body ligt bij Electro. Tom, tom, tom. Bij de lights. Waarom okay. vind jij elke keer die bodies? Sorry. Ik zal het niet meer doen. Elke keer overal dicht. Ja. Ja, ik zit elke keer al opgesloten. Ik word helemaal gek van die deuren. Wie doet dat? Ja, ja iemand ook. Die Roel wil framen nu, denk ik. Ja, heel dat erg. Dat zou ja. ik wel doen, namelijk als ik nu in pasta was. Dankjewel weer, Luca. Of laten Roel we niet stemmen gewoon... op 7. Of Roel denkt, ja, maar als ik het nu niet doe, dan valt het juist op. Maar we gaan niet stemmen, toch? Ja. Lijkt me. Nee. Nee? Ik heb trouwens al mijn taken af. Ik weet niet... Ik heb ook al mijn taken af. Ik heb net mijn uploaden gedaan en nu ben ik klaar. Ik denk trouwens dat Rick is sowieso wel 7. Die had me 20 keer dood kunnen maken. Ja. Okay. Ik, ik was gewoon aan het trollen. Nou, ik ben blij dat je dat niet met een mes deed. Oké. Okay. Maar ja, skip dus. Ja. Oké. Okay. Ja. Denk het. Nee, je hebt niks meer aan mij hoor. Mijn brein is op van al dat crewmates zijn de hele avond. Al het onthouden waar iedereen is. Saar, je moet nog stemmen. Ja, ik heb gevolgd. Dankjewel, Sanne. Ik hou van deze gamevideo's. Fijn weekend. Lief, jij ook fijn weekend? Oh, alsjeblieft vanuit. Oh no. Ik heb gevolgd, maar ik geef hem niet aan. Oh, nou vertel eens door over je schoenen. Wat voor schoenen waren het? Ja, ik was dus echt super blij mee. Maar waren ze net nieuw of niet? Nou, ik denk dat ze een halfjaartje oud zijn of zo, maar... Oh, ik was heel blij mee, maar ik dacht dus echt... Ik dacht, oh, lekker warm, weet je wel, want het is echt heel koud hier. Ja. Dus ik dacht, ik zet mijn schoenen gewoon even... Ja. Dus ik dacht, warme schoenen even op. Gaat het dan niet echt super muf ruiken in je kantoortje? Zo, die warme schoenenballen. Nou, ik dacht wel echt zo van, wat is het een rare geur die hier hangt? En toen had ik mijn schoenen van die verwarming om, maar die bleven vastplakken aan die verwarming. Ja. Oh, dat is echt super balen. Ja, die kan je echt niks meer mee. Nee, de hele verwarming zit gewoon nu echt onder, gewoon, weet ik veel, onder het schoenspul, zeg maar. Ja, maar je schoenen, dat is toch wel erger. Onder de schoenspul. Ja, dat is zeker waar. Oh, volgende keer is je schoenen onder de verwarming dan, als je ze wil opwarmen. Tip voor mensen thuis, niet je schoenen op de verwarming zetten. Weer leerzame stream. Iemand vroeg net uit welk flesje ik altijd mijn water drink. Want ik drink inderdaad altijd veel water als ik aan het streamen ben. Vooral altijd gekletst krijg ik al dorst. Dat is gewoon een maple flesje. Alleen al met zo'n tuitbekers. Die zijn van dit jaar. Die zijn inderdaad... Nee, van vorig jaar al trouwens. Wij hebben ze al een jaar lang. Die zijn inderdaad heel erg fijn om uit te drinken, vind ik. Maar je moet er wel hard aan zuigen. Ja. Oké. Okay. Nou, Roel die zit al hier. Ik vertrouw Roel op de camera's. Hij is er altijd heel goed in. Maar hij drinkt wel lekker. Terugkomen daarop. Hey. Is dat de use-knop die aanging? Ah ja, het leek net alsof die report-knop... Nou, het is officieel niet mijn avond, hoor. Jongen. Oh. Arme Crea. Hoe kunnen we nou nog steeds die taken niet af hebben, jongens? Ja, er missen nog één of zo. Ja, ik ben klaar. Ik zit ook alleen maar met jullie te kletsen. Maar Roze, die weg van het lichaam. That's what she said. Ik kwam letterlijk vanuit Electrol, loop ik daar naar beneden... Zeg maar vanuit dat gangetje daar. Ik liep met, volgens mij Rick was daar. Liep ik daar. Of Rob, kan ook, geen idee even. En dus ik liep naar beneden. Met ik zie jou lopen. En toen dacht ik van, ik ga even op cams kijken of zo. Misschien zie ik iemand. Ik loop daarheen en jij report de body. Ik kwam daar niet eens vandaan. Maar je weet dus wel waar het lichaam ligt. Zonder dat ik je het heb verteld. jij zegt net letterlijk. Je komt van de body aflopen. En jij komt vanaf. Hij kan nooit in Electrical hebben gelegen, want daar kwam ik vandaan. Vanaf onder kan hij dan ook niet zijn gekomen, aangezien jij daar vandaan kwam. Hij hoort Electrical. Jij kwam van onder. Jij kwam bij mij. Ja, dus je kwam vanuit onder. En dan moet hij toch wel rechts hebben gelegen. Dat kan dan toch niet anders? Ja. Dus dan kwam ik daar niet vandaan. Heb je wat gezien? Nee, want ik kwam uit Electrical daar. Hoezo ik zat daar met Rick. Ja. Was er iemand anders hierbij? Zeg maar, of kan iemand vouchen voor beide deze dames?
Ik niet. Loopt Rick nou een dame? Want ik vind op dit moment nu allebei de dames suspicious. Ik heb Rick... Nee. Ik had Rick kunnen vermoorden bij... Ik dacht dat hij Rick een dame noemde. Oh, kan jij vermoorden? Ik denk Phoebe. Heb jij die als ik imposter zou zijn, dan... Heb je dat net toevallig ook in Electricity gedaan met een zelfreportje erbij? Ik word in mei alweer 34. Weet je wat, we skippen en dan doe ik mijn laatste taak en dan winnen we gewoon, oké? Ja, lijkt me een goed idee. Wacht, ik wil nog één ding proberen, mag dat? Oké. Ga je gang. De imposter zegt wat? Nee, oké. Nee, ja, helaas. Het was te proberen. Ja, probeer het gewoon, hè. We hebben het nog niet geprobeerd. Oh. Hadden we bijna verloren. Meli heeft intussen dat even snel de stream van Rick opgestart, want we zijn toch dood. Rick die ene taak. Roommate, zegt ze dan dus. Oké, nou, dan zal het Rob wel wezen, dan denk ik. Zullen we Rob even volgen? Ik heb toch al mijn taken gedaan. Maar Rick die vertrouwt Rob weer. Altijd. Het is altijd, kom maar Rob, kill me maar. Kom maar. Ik maak het je nog makkelijker. Niemand gaat de light fixen. Oh, nou. Yes. Ja, well played, guys. Jij was heel nice. Ja. Wij wisten het niet, want iedereen in ons was gekild door Roos. Dus wij zeiden echt, wow, Roos is een grappig. Serial killer. En wij dachten dat het Rick was, omdat de ander dus weinig deed. Zeiden we, oh, dat is sowieso Rick. Maar toen ging Meli even kijken. Ik vond alleen maar mensen in groepjes. Ja, en ik dacht echt, kan iedereen kunnen mensen even uit elkaar of zo? En dan had Roos somehow weer mensen doodgemaakt. Ik dacht echt, hoe kom jij mensen niet in groepen tegen? Nou, zeg maar, in het begin was het zo, jij had iemand gekild. En ik was echt zo van, oh, ik ben in Polen, dan ben ik dit ineens nog helemaal niet geweest. Wie is die vraagtekens? Ik had iemand met een groen poppetje en een rode ballon. Saar en is incognito-overleg. Maar hoe zijn er twee groen? Saar snapt het niet meer. Hoe zijn er twee groen? Ja, zie, dat is waarom ik de hele avond crewmate ben. Er is gewoon een glitch. Weet je wat ik doe? Ik doe nog even een andere game starten. We gingen stoppen. Op Skeld. Even opnieuw. Even de bug eruit. En dan het allerlaatste potje. Ja. Oké. Dat is goed. Laten we doen. Ja, echt. Ja. Ik voel me als een klein kind dat nog een extra verhaaltje krijgt voor het slapen gaan. Oké, dan ga ik hier even uit. Doen we even nog een potje Skeld. Waarom is dat toch altijd, jongens? Ja, omdat ik het zo lief vraag. Jee, ik ben weer de host. Jee. Nee, niet. Ik kan niet op start klikken. Ik heb nog maar één speler in mijn server. Je mag wel bij ons een gamer bij komen. Kom erbij. Okay. Rick is first. Hallo. Oh. Attica second, Roel third. Ah, Meli vierde, Kitta vijfde, Phoebe, Roos. Wie is de laatste? Ik denk Saar. Fashionably late. Rob is Rob. Ja. Fashionably late. Ja, je loopt altijd uit bij de dokter. Hier ook. Ja, sorry. Ik had nog een afspraak. Okay, mijn agenda zit zo vol. Ik start zo snel. Dat ik nu imposter ben in de Skeld. Ik wil gewoon imposter zijn. Het is Kitta en Krejcik. Nee! Ik doe niet meer mee. Oh, hoe kan het spel toch gewoon zo vaak je achter elkaar geen imposter maken? Hoe dan? Het is gewoon knap. Ik denk al zit ik hier nog een uur. Volgens mij gaat dat nog steeds niet. Ik ga naar navigation trouwens. Ik ga een keer van de andere kant op. Weg, weg, weg. Iedereen blijft bij mij uit de buurt. Weg. Ah, jakkes, niet download. Ga ik doen? Oh, nee. Dat is snel. Heel snel. Self-report. Yeah. Heel snel. Phoebe lag in de gang van... Is Phoebe nou weer als eerste dood? Ja, dat was zielig. Nou, ik ben het gelukkig niet, dus dat is ook wel fijn weer. Maar ze lag in het gangetje bij Lower Engine. Zeg maar, vanaf storage naar Lower Engine, zeg maar. Was je daar dan weer nog een keer naartoe gegaan dan? Wat? Nee, ja. Ik was gewoon vanuit admin naar beneden gelopen. Naar links gelopen. En toen kwam je er tegen? Ja, of in ieder geval op dat gangetje boven, een van die twee. Is het niet een self-report? Ja, ik wou net zeggen. Nee, het is geen self-report. Want ik kwam jou namelijk tegen in storage. Toen ben ik naar navigation helemaal gelopen. Ik heb in navigation een taak gedaan. Toen heb ik in navigation nog een andere taak gedaan. Die download, die was bijna klaar. En nu pas ben je vanaf storage naar lower engine gekomen om haar te vinden. Wat heb je dan in de tussentijd gedaan?
Als jij zegt, ik ben meteen vanuit storage daarheen gelopen, dan is dat echt heel raar. Want dan heb je echt dan is het niet gelopen. Dan is het niet dat gangetje, maar dan is het maar lopen. Ik heb Febe nog gezien in Electrical. Ik kwam uit, ik liep zeg maar... ik heb mijn wiring gedaan, mijn swipecard. Toen ging ik naar Electrical om daar dat schuifje omhoog te zetten. En daar ben ik onderweg naar Shield. Maar ik bedoel, daar heb ik Febe nog voor het laatst gezien. Dus als ze dan vanuit storage naar Lower Engine gelopen zou zijn. Ja, het kan best zoals het is. Maar ik bedoel, er is waarschijnlijk iets tussen gebeurd. Want het kan nooit anders van... Ja, goede uitleg. Dus maar Roos, dat kan ook. Roos heel sus op dit moment. Ik stem op Roos. Roos heel snel. Als het is dan. Stem op Roos. Ik ook. Volgens Roos. Voor de too much info, daarvoor stem ik op Roos. Ja. Ja, maar too much information. Het is al laat. Je moet het kort houden. Ja. Sorry. Unaniem gestemd. Bij Roos. Gewoon dat ze zoveel info geeft. Hoe dan? Niemand die dat doet. Er werd er niet eens wat gevraagd. Dat kan toch gewoon bijna niet. Oké, ik ga weer die download afmaken hoor. Maar ik vind Melie ook een raar verhaal. Daar klopt ook echt iets niet. Jullie hebben het maar over mijn haar. Wat is er toch met mijn haar? Thank you. Ik ga nooit meer iets anders in doen dan in mijn haar dan een simpele staart. Het is vlek. Weg, 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 weg. Ah! Nee, Roel. Ga weg. Kst. Ah, ik was toevallig toch al hier. Waarom blijft Attica daar staan? Waarom gaat ze niet... weg? Waar staat Roel hier en doet hij niks? Ik ga niks doen hoor. Ik ga het niet doen. Roel is zus. Een klein beetje. Saar staat hier volgens mij gewoon heel lief door taakjes te doen. Kitta zie ik ook wel lekker een beetje actief meespelen. Dus ik denk dat hij ook wel oké is. Nou, Rob is het dus niet. Die lag in admin. Admin. Nou, dat is niet geweest. Ik heb Attica. Ik heb Attica achtergelaten in admin. Ik was die O2 aan het doen. En ik was net klaar met mijn O2. En ik was er alleen met Attica. En ik ging weg. En Kitta kwam net binnenlopen. Die dacht, oh, hij is klaar. Dus die liep meteen met me mee naar O2. Maar Attica kwam niet. Die bleef achter in admin. Waar? Ik had swipecard nog. En Rob ligt daar nu dood. Nou, jij bent de laatste die ik daar heb gezien. Daarna hebben wij een heel rondje gelopen. Want wij hebben die O2 gefixt aan die andere kant. Ben ik een heel rondje gelopen. En nu is de body al gereport. Maar ik liep met een aantal andere mensen ook naar die andere kant van de reactor. Ik weet niet wie dat waren. Ik liep met een paar mensen naar... ik weet niet. Met Rick volgens mij heb ik gezien. Was dat jij ook dan? Heeft iemand Rob gezien voordat die O2 dingen afgingen? Nee. Nee. Dat iemand misschien ook wist wanneer die admin in is gegaan. Nee, want wij gingen richting... Die O2 ging af. En toen gingen we allemaal richting admin. En we waren met z'n vier of zo. En toen gingen we allemaal... Oh nee, we gaan niet naar admin. We gaan naar boven. Dus Saar zag ik twijfelen. En toen zijn we uiteindelijk allemaal naar boven gegaan. En dus ik heb dat helemaal niet gezien daar. Ik heb dat helemaal niet meegekregen wie daar was. Maar Kitta weet het wel. Maar die zegt niks. Roel. Sorry, ik zit echt niet op te letten. Ik ben Roel. Ja? Toen wij bij O2 stonden, uiteindelijk... Ja. zijn Kitta en ik dus met z'n tweetjes vanuit admin naar O2 gegaan om hem daar te fixen. Toen stond jij hem niet te fixen. Ik had hem wel gefixt. Ik had het idee dat je daar gewoon stil stond. Heb jij hem gefixt, Kitta? Ja, maar dat kan je toch niet zien? Ja, ik zat te typen, maar toen was hij al gefixt. Oké, dan heeft Roel hem wel gefixt. Ja. Roel is toen meteen weggegaan naar beneden toe, naar storage. Ja. Dus het zou kunnen dat je weer richting admin bent gegaan en daar Roep hebt gekillt. Ja, nou, eerst ging ik nog... een hele grote detour hebben gemaakt. Dan moet ik echt rennen. Nou, dan weet ik het niet. Niemand blijkbaar. Dit is wel...
Dit is wel... Hoe doe je die staart? Nou, je pakt een elastiekje en dan pak je je haar zo en dan doe je zo en dan hoppa. En dan heb je een staart. Echt nou, niks spannends. Oh, ik mag nog wel mijn fuel afmaken, gelukkig. Iedereen aan het eind sturen nog een potje. Ja, ik vind het prima hoor. Ik heb cola op. Ik wil best nog een potje. Maar ik denk niet dat de rest ook nog wil. Oh! Oh! In electrical op de vent. Lag Rick dood. Ik ging meteen naar links. Oh. Naar security. Ja, ik okay, heb eerst Millie is het sowieso afgemaakt. Niet. Nee, okay. Attica en ik hebben elkaar gefout met de met ja, scan. Ik had net miscan en toen ging ik er, wilde ik erop gaan toen Melie erop stond, maar er stond waiting voor haar. Dus toen, ja, zei okay, ze safe. Oké, nou, dat zijn met Roel en Kids. Ja, dat kan niet anders meer dan. Ik was maar, fuel in upper engine aan het doen en toen ben ik naar beneden gelopen om de taak eerst in electrical te doen voordat ik weer die andere fuel wilde gaan doen. En toen was ik net, ik opende net mijn wires en dacht ik, wat ligt daar op de vent? En toen was het een heel klein oranje lichaampje. Ik ben het sowieso niet. Dus ik, dan moet het, als jullie zeggen dat jullie elkaar ja, kunnen foutje... Ja, dat kan je wel zeggen. Jij kan heel makkelijk gewoon zeggen, ik ben het niet. Ja, oké. Okay. Ik stem op Roel, lieve. Ik, en Roel en Kitta. Ik weet zeker, 100%. Ik ga voor Creatic, want ja, ik tuurlijk, geloof niet. Snap ik. Maar ik ga doe anders wel deuren dicht, Roel. Nee, ik ben het niet. Ik zweer het. Trust me. Ik ben ja, hele Kitta avond Roel, niet op Creatic gestemd. I'm flying. Oké, okay, dat is 1. Het moet. Het moet. Die andere is Kitta. Kan niet anders. En als zij zeggen, wij zijn safe. Als zij elkaar... Ja, kijk, ze kunnen natuurlijk ook lullen. Maar als zij zeker weten dat ze safe zijn... en ze zeggen dat ze elkaar hebben zien scannen... Ja, dan ben ik het toch niet? Kitta next? Ik doe even een Rob. Ja, ja wacht even. Ja, doe ik even een Rob. Gewoon in het vorige... In het vorige potje... was ik dus in electrical. Ja, dat is dus... Maar ik had alleen dat power-over ding en toen was ik gewoon weer weggegaan. En ik denk dat hij daarna naar mij in electrical is gegaan. Maar dan nog, als jij eruit wordt gestemd en we zijn er dan nog steeds, dan is het creatief. Ja, maar dan... ik ben het sowieso niet. Dus, maar nee, weet ik. Maar, nee, maar weet doe maar. Stem hè? Eerst op Kitta. Jullie... En... Dan zijn jullie met z'n drieën en dan is het gewoon één keer de O2 af laten gaan. En dan ben je net niet op tijd met op de knop drukken en dan killt ze gewoon niemand. Nou, dat zou ik heel leuk vinden als ik zo mijn stream zou kunnen afsluiten, maar helaas. Het is eeuwig crewmate nee, vandaag. Nee, ik geloof Creatic. Dank ja, je, dank je, dank je. Sorry. En als het nu niet is, ja. Ja, dan ga ik dan, volhouden. Dan hebben jullie het ja, wel heel goed gespeeld. Dat is zeker lang volhouden. Maar alsnog ging het gewoon fout toen ik iemand killde. Het is weer gewoon... Ik was een keer gewoon Sherlock. Soort van een goede Sherlock. Had ze eindelijk een keer een beetje door. Je was een goede Sherlock. Yeah! Hey, nou, Kitta, weet je wat ze bij mij vandaag in de chat allemaal zeiden? Wat? Ja hoor, Kitta die moe is, die maakt om 3 uur 's nachts video's. Die is echt niet moe. Ja, dat is wel waar. Dat is okay. Wel waar. Your reputation precedes you. Ja. 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 Nou, maar ik ben eruit, want ik ga slapen. Ja. Ja, heel goed hoor, wij gaan ook stoppen. Okay, maar ja. Ik ben wel moe. Oké. Ja, ik same. Ik heb voetlessen en zo. En ik ben moe van het hele avond crewmate zijn. Ja, ik weet het, het is vaak irritant. Ja, je moet ik er altijd moe. Zo opletten als je crewmate bent. Ik ook. De hele tijd nadenken van die was daar, die was dit aan het doen, die was ik weer daar. Ik ben echt... Puur moe, omdat ik altijd als eerste gekild werd vandaag. Echt gewoon puur moe. Oh. Maar zie je, we gaan een keertje de skeld in en dan ben ik meteen imposter. Ja, nou, wel leuk. Precies zoals ik zei. Wel leuk. Dammit. Dus de volgende keer moeten we maar gewoon veel skeld doen dan. Ik denk het. Ja, of Mira. Ja, jeez. Of Mira. Volgende keer gaan we Mira doen. Het is gewoon wel een keer een uitdaging, is. Want... Ja. Ja, gaan we doen. Ik zal het in de Discord smijten. Ja. Ja. Doe ik. Oké, okay, nou, okay. Thanks allemaal weer voor het meedoen. Was gezellig. Ja, was gezellig. Ja, 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 was super leuk. Thank you. Ja, leuk doei. Dat je er kwam, Saar. Doei. Lekker. Doei. Doei. Bye. Ja, bye. Ik zet hem uit. Doeg. Doeg. Zo, nou. Jongen, zo weinig imposter. Echt heel weinig. Ik was 4 weken geen imposter, zegt Tamara. Wow, dat is echt lang. Ik had dus ook echt vorige keer 3 potjes achter elkaar... dat ik gewoon constant geen imposter was. Nou ja, nu vanavond dus weer
één keer. En vorige keer ook maar één keer. Echt weinig. Ik zou het ook leuk vinden om vaker in vast te zijn. Maar misschien de volgende keer. En uiteindelijk wat je van crewmates zijn gewoon moe, zeg maar. Nee, ja, niet nog een potje. Sorry. Niemand wil meer. En we zijn ook alweer 2,5 uur aan het streamen. Dus op zich is het ook wel tijd voor weekend. En jullie hebben vet veel gedoneerd. Dank je. Echt super lief. Ik hou van de game video's. Fidget toys, heel veel. En Sam. Gewoon Luca, Amy. We hebben ook Xian heeft veel gedoneerd. En Amber legt uit. Danielle vlogt. Nina en Tiani. En Manu nog. Nou, echt veel. Dank jullie wel allemaal. Super lief. Je haar zit perfect, dus je moet reageren. Please reageer. Oké, nou, ik heb gereageerd. En jullie met mijn haar, hou op hoor. Het is echt helemaal niks spannends, maar ik vind het wel lief. Dankjewel. Ik moet wel naar de kapper, maar... Hey, Fidget Toys. Dankjewel weer. Super lief. Hey, mocht je nou nog niks te doen hebben, ik heb nog een ander YouTube-kanaal. Creatic heet dat kanaal, uiteraard. Daar maak ik creatieve video's op. Dus mocht je het leuk vinden om mij te zien tekenen, schilderen, wat ook nog meer, journalen, van alles. Eigenlijk gewoon alles wat creatief is, dat doe ik allemaal op dat kanaal. En er staat nu ook een nieuwe video online, dus die kan je ook kijken als je het leuk vindt. En hier doen we vooral gamen. Nu de laatste tijd heel veel Among Us, maar we willen binnenkort ook weer Raft gaan spelen. Ik ga jullie allemaal wel trusten wensen. En ook een heel fijn weekend wensen. Ik ga afsluiten. Ik ga kijken wat Rick boven aan het doen is. En of hij zijn stream al heeft afgesloten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ook al was ik niet zo heel vaak imposter vanavond. Dat jullie de crewmate potjes ook leuk vinden. En ik was ook een slechte crewmate trouwens. Behalve het laatste potje. Dus ik heb het nog een beetje goed gemaakt. Maar het is gewoon tijd voor weekend, denk ik nu. Dus ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. En vergeet natuurlijk ook niet deze livestream een like te geven. Dat is fijn. Thanks. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En wat kan ik nog meer verzinnen om nog niet weg te hoeven? Niks meer, denk ik. Willen jullie nog iets zeggen? Nee, niks meer. Over. Oh ja! Dan zeg ik. Oh, hier dan. Ongevaar! Ja, dank je voor de reminder. Ik was hem al bijna vergeten. Hey, welterusten allemaal. Tot snel weer. Doei!